Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren en de Bali is zo'n plek. Welkom allemaal bij de Bali. Mijn naam is Jolande Beijer, ik ben zakelijk directeur en deze avond doen wij in samenwerking met Stichting Doen. Stichting Doen is al 3 jaar onze partner, waardoor wij mensen met die risico's durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen een podium kunnen bieden. En vanavond heeft Annemarijn Epker, redacteur bij de Bali, samen met een aantal van deze mensen dit programma samengesteld. Bij de Bali maken we al onze programma's zelf, dus deze ook. Annemarijn zal de avond ook modereren en u bent dus in hele goede handen. Fijn dat u er allemaal bent. Annemarijn, het is aan jou. Dankjewel voor deze mooie introductie, Jolanda. En welkom. Goed dat jullie hier zijn in grote getalen. Want we hebben het over een belangrijk onderwerp vanavond. We gaan het hebben over grondrechten. We weten allemaal dat we in rap tempo de aarde aan het uitbuiten zijn. Een gebied 2 keer zo groot als China, dan kun je het überhaupt voorstellen hoe groot dat is, is ondertussen al niet meer bruikbaar. We zien wekelijks dat meer en meer jongeren de straat op gaan om aandacht te vragen voor klimaatverandering, om overheden te vragen om actie te ondernemen. Maar volgens mij kunnen we niet echt werken aan klimaatverandering als we niet focussen op hoe we met de bodem omgaan. Ik heb het idee dat we enorm losgeraakt zijn van de grond onder onze voeten. Dat we eigenlijk zowel fysiek als mentaal niet meer, we zien niet meer, de straat waarop we lopen is betegeld. We hebben tramrails. Het vlees dat we kopen is verpakt in plastic verpakkingen die op geen enkele manier meer herinneren aan het dier in de wei. En ik heb het idee dat we daaraan moeten werken. Dus vanavond wil ik het hebben over hoe kan het nou dat we zo zijn losgeraakt van die bodem en hoe kunnen we ook weer dichter bij elkaar komen. Dus we presenteren heel veel verschillende initiatieven vanavond, van Nederlandse initiatieven tot internationale initiatieven die proberen om die kloof te dichten en om praktische voorbeelden te bedenken, praktische initiatieven te bedenken om de kloof tussen mensen en de bodem waarop ze leven weer te dichten. Ook omdat ik denk dat zolang we ons niet bewust zijn van die enorme kloof, dat we niet echt goed kunnen werken aan het oplossen van klimaatverandering. Want dan kunnen we het allemaal laten gebeuren zonder dat we enig idee hebben wat er op andere plekken in de wereld plaatsvindt. Nou, ik wil bijvoorbeeld al zeggen dat ik niet denk dat we het gaan oplossen, het hele probleem vanavond. Maar wat we wel gaan doen is een heel aantal oplossingen presenteren die mogelijk ter inspiratie kunnen dienen. Waarna jullie de zaal uit kunnen lopen deze avond met een aantal concrete ideeën om actie te ondernemen. Om lid te worden van een van de initiatieven, daar onderdeel van te gaan uitmaken. Of zelf iets nieuws te bedenken wat je nog hebt gemist deze avond. Nou, we beginnen vanavond met Willem Verwerda. Hij is de CEO van Commonland. En hij geeft een korte analyse, probleemschets van hoe hij denkt dat de situatie waarin we ons nu bevinden tot stand is gekomen.
en poneert ook een aantal mogelijke oplossingen. Ik spreek met Willem, met boerin Agnes. En ja, dat is boerin Agnes van Boer Zoekt Vrouw. Ik krijg al 2 dagen de vraag, is dit de Agnes van Boer Zoekt Vrouw? Dus ja. En Clarien Klingen, freelance boerin en bestuurslid van de Toekomstboeren, over hoe zij op de grond, want zij werken op de grond, dus hoe gaan zij in hun dagelijkse werk in de praktijk nadenken over oplossingen, wat gaan ze anders doen en wat inspireert hen, ook wat zijn de obstakels als je het nou echt radicaal anders wil gaan doen. We hebben Thijs Middeldorp en Frank Bloem die een experiment met jullie gaan uitvoeren. Zij zijn de oprichters en de bedenkers van de ambassade van de Noordzee. En we onderzoeken met hen de vraag wat er zou gebeuren als we zeeën, rivieren, landschappen, rechten zouden geven. Wat zou dat betekenen? Wat zou dat uitmaken? Wat zou het oplossen? En op wat voor manier draagt het bij aan het dichten van de kloof tussen mens en de bodem? We hebben een videoboodschap van Jackie Lebo, want helaas moet ik melden dat zij haar visum niet rondkreeg en dus vandaag hier niet aanwezig kon zijn bij ons. Maar ze heeft wel een hele mooie boodschap opgenomen, dus ze zal zeker haar verhaal zal verteld worden in ieder geval. We sluiten de avond af met Socrates Schouten van Waag en hij is initiator van de Chamber of Commons. Hij zal vertellen over hoe de commons kunnen bijdragen aan praktische oplossingen om mensen dichter bij de grond te brengen. Ik wens jullie een hele fijne avond en ik wil graag een warm applaus voor Willem Verwerda, onze eerste spreker van vanavond. Dank jullie wel. Ik heb geloof ik een kwartier en er werd mij gevraagd om heel veel te vertellen over achtergronden en zo. Dus dat ga ik proberen te doen. Maar daarvoor heb ik wel wat fotootjes en wat slides meegenomen. Een beetje de sfeer te schetsen en ook te kijken waar we vandaan komen. Ik ga even kijken of hij het doet. Hop. Ja. Willem Verwerda, ik ben van huis uit bioloog en tropisch ecoloog. Ik heb lang in Zuid-Amerika mijn studie gedaan op het gebied van de relatie tussen landbouw, boeren dus, en natuur en natuurherstel. En daar ben ik eigenlijk mijn hele leven verder verder gegaan. Ik laat wat landschappen zien. Spanje in Andalusië. Vroeger was dit een steeneikenbos toen de Romeinen daar kwamen. Dit is Tamil Nadu. Dit was vroeger een mansoen of een moesonbos. Dit is Australië. Dit was een heel gevarieerd met 400 soorten eucalyptusbos, voordat de Engelsen 120 jaar geleden dat begonnen te ontbossen. En dit is Nederland en dat is het veenweidegebied in de buurt van Amsterdam. Want die foto heb ik zelf genomen vanuit volgens mij het vliegtuig toen ik bij Schiphol in de buurt ging landen. En veen is natuurlijk een ecosysteem, want Nederlands is een wetlands, is een delta. En dat wordt gedraineerd, niet hier, maar wel op andere plekken. Wat is nou eigenlijk gaande? Ik heb een plaatje uit een boekje van Allert Sticker gehaald. En daar kan je een beetje zien hoe het afgelopen miljarden jaren ontwikkeld is. Dus we hebben eigenlijk een paar sprongen gemaakt in de evolutie. En misschien wel de mooiste sprong, of de eerste sprong, was de ontwikkeling van het waterstofatoom. Toen was er een hele periode met heel veel ontwikkelingen. En de tweede sprong was eigenlijk dat de cel ging ontstaan en dat de cellen zich gingen samenkomen in de biologische evolutie. Er gingen soorten, organismen ontstaan 700 miljoen jaar geleden. En bijzonder was dat er zo'n 200.000 jaar geleden de mens zich ging ontwikkelen. En dat laatste blokje, daar zitten we nou in. En we zitten eigenlijk in het laatste puntje van het laatste blokje. En dat is de ontwikkeling van de technologie. En hier kom je eigenlijk bij iets heel bijzonders. De technologie ontwikkelt zich zo snel dat we eigenlijk ook een soort van verwijdering hebben gekregen van de ecologie. En daar wil ik een beetje met jullie over hebben, want misschien komt er wel weer een volgende evolutionaire sprong. En ik hoop dat die evolutionaire sprong, dat dan die technologie eigenlijk weer ondergeschikt gaan worden aan de ecologie en dat wij weer ons gaan eenvoelen met die ecologie en van daaruit nieuwe ontwikkelingen kunnen gaan realiseren. En iedereen weet dat dat gewoon nodig is, want klimaatsverandering is er één, maar de echte crisis is natuurlijk die ecosysteemcrisis. Want we zijn eigenlijk, als je kijkt naar planten en andere soorten, zijn wij maar 0,01% en waarschijnlijk nog veel minder van het leven op aarde. En toch hebben we een enorme impact.
Maar dit is het werkelijk plaatje. Dat kreeg ik al op school, kreeg ik ook tijdens mijn biologiestudie. Inmiddels weten we dat die soorten alleen maar toe zijn genomen. Want toen ik biologie studeerde, toen werd mij verteld dat de wetenschappers dachten dat er 1 miljoen soorten waren. Inmiddels zijn er vermoedelijk 10 miljoen soorten en vermoedelijk nog veel meer, want we hebben nog heel veel micro-organismen helemaal niet bekend. En heel veel andere soorten, die zullen waarschijnlijk nooit bekend worden, want die hebben al uitgegroeid voordat we ze kunnen onderzoeken. Maar dit is toch altijd wel weer even een plaatje om te laten zien van wie zijn we nou eigenlijk? Nou, dit zijn we. 0,01% van het leven op aarde. En toch maken we die landschappen zoals we die hebben gedaan. En met name de laatste 200 jaar hadden we de grote versnelling, de Great Acceleration. Dat was met een aantal redenen. De brandstofmotor werd ontwikkeld, chemicaliën werden ontwikkeld, kunstmest werd ontwikkeld, snellere productie voor voeding werd ontwikkeld en we kregen natuurlijk toegang tot gezondheidszorg en energie. Het werden allemaal zaken die heel normaal werden en eigenlijk zo normaal dat we nu eigenlijk niet anders en niet meer beter weten. Maar dat heeft wel een impact gehad. En die impact was natuurlijk wat we noemen de extinctiecrisis of de crisis van de uitroeien van soorten. Nou, ook dat is weer niets nieuws. Vermoedelijk zitten we in de zesde uitstervingscrisis op de planeet Aarde, voor zover wetenschappers dat weten. Dus na een uitstervingscrisis komen er meestal weer heel veel nieuwe soorten bij. Maar het is lastig als je er als mens zelf in zit. Bij die vorige uitstervingscrisissen waren we eigenlijk niet bij. Althans, dat vermoeden we. Er zijn geen wetenschappelijke verhandelingen over bekend. De laatste was ongeveer zo'n 60 miljoen jaar geleden met het uitsterven van de dinosauriërs. Waarschijnlijk veroorzaakt door een meteoriet. Maar hier zitten we nu in. En jij noemde het al. Twee keer China is zwaar gedegradeerd. Wil niet zeggen dat er niks meer groeit. Maar wat daar gebeurt is dat de functionaliteit van de ecologie jaren en eeuwen naar beneden gaat. En die gebieden zijn overal om ons heen. Ik kan hier kaarten laten zien, maar eigenlijk vindt dit overal plaats, ook in Nederland. Nederland is ook een zwaar gedegradeerd gebied. Het ziet er mooi groen uit, je kan er kaas produceren. Maar als je echt kijkt wat er gaande is, loopt de biodiversiteit ook naar beneden. En dat kan je elke dag lezen in de krant. De insectenpopulaties gaan omlaag en al dat soort zaken. Nou, waardoor komt dat nou? Dat komt door een tendens die overal op de wereld zichtbaar is, overbegrazing, ontbossing, omzetting van grote gebieden natuur in gebruikersgrond. Dat kan zijn mijnbouw, kan zijn waterwinning, kan zijn landbouw. Klimaatverandering is één afgeleide daarvan. Vervuiling komt natuurlijk overal voor. En met name ook de efficiëntie in de voedselproductie. Dus ik noem dat eigenlijk de maximalisatiegedachte. Ja, dat heeft dus geleid tot die extinction crisis. Nou, dit is een plaatje, maar als je echt gaat naar de wetenschappelijke gegevens, dan zie je dat bijvoorbeeld van de 6000 soorten amfibieën er nu 2/3 bedreigd is en 1/3 echt bedreigd. Amfibieën, kikkers, salamanders. Als je kijkt naar zoogdieren, gaat het ook ontzettend snel. En als je kijkt naar insecten, nou dan hebben jullie ook gezien dat gaat eigenlijk best heel snel. Nou, is dat nou verontrustend? Ja, dat is verontrustend. Want biodiversiteit zorgt voor de veerkracht van natuur. En de veerkracht van natuur is belangrijk voor eigenlijk wat wij noemen de ecosysteemdiensten. En dat is niet alleen productie van goederen, van voedsel of van hout of van vezels. Maar het is ook recreatieve diensten. En recreatieve diensten, het woord zegt het al, recreatie gaat over het jezelf weer opnieuw creëren. Nou, en als je, ik ben begonnen in het toerisme na mijn studie biologie, want ik kon geen werk vinden, dus begonnen met een reisbureau. Maar als je begint met het onderwerp recreëren, je gaat naar de natuur, dan voel je al dat je dat recreatiegevoel terug kan krijgen. Dus biodiversiteit is heel erg belangrijk. Het is jammer dat het zo'n moeilijk woord is. Nou, wat is er gaande? Dit is het huidige businessmodel. Maximalisatie van return on investment per hectare. En het leidt tot deze landschappen wereldwijd. Overal is dit hetzelfde. Maakt niet uit waar je bent. Amazonegebied, de Veluwe, het maakt niet uit. Dit is het huidige, dit is de godsdienst die we de afgelopen jaren hebben, eeuwen hebben opgebouwd. Maximalisatie van winst per hectare. Daar komen dus al die mooie dingen uit voort. Het is onderdeel van die grote versnelling, de Great Acceleration.
Maar maximalisatie van winst, als je dat zo noemt, dan wordt iedereen heel blij. Want dan, dat leer je op de business schools. Ik ben zelf ook verbonden aan de Rotterdam School of Management in Rotterdam, in Erasmus. Ja, en daar leren ze dat. Maximalisatie van winst, dat is het doel. Maar als je er per hectare achter zet, krijg je iets heel anders. Dan krijg je dus dit soort landschappen. Oep, even kijken. Het kan ook anders. En dit soort plaatjes, die kennen jullie misschien wel. Er zijn ook films over geweest, op televisie, bij Tegenlicht. Ik ben er ook geweest. Je kan dus de ecologie van die systemen herstellen. Moet je wel tijd voor hebben. Kost heel veel geld. Kost ook heel veel moeite. En in China gaat het natuurlijk heel snel. Want in China heb je een fantastisch voordeel. Er is maar één landeigenaar. Dat maakt het heel makkelijk. Want landeigenaren zijn natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Die moet je bij elkaar gaan brengen. Wil je daar dit soort dingen mee gaan doen? Ja, ze hebben nu een gebied zo groot als België hersteld. In het Gele Rivierengebied. En ze moeten nog een gebied zo groot als Frankrijk. Maar ja, als je niet mee wilt doen in China, ja, dan heb je pech. Dus dat is het fijne van verlichte dictaturen. Je kan ecosysteemherstel flink snel er doorheen jassen. Maar ja, wij zitten natuurlijk meestal in landen waar het wat ingewikkelder is. Dus toen ik op een gegeven moment uit de natuurbescherming vertrok in 2012, dacht ik, ik wil eens wat tijd nemen om te kijken of ik een model kan creëren wat die maximalisatie van winst per hectare eigenlijk omkeert, daar een alternatief voor biedt. En toen ben ik me gaan verdiepen in wat er allemaal is. En ik ben vooral gaan praten met boeren en investeerders. Ik heb boeren en investeerders in 14 landen bezocht, 15 landen als ik Nederland meetel. En ik heb ze twee vragen gesteld. Eén vraag is, wat frustreert je nou het meeste? En de tweede vraag is, wat is je droom? Nou, eigenlijk bij boeren en investeerders kwamen er soortgelijke antwoorden. Boeren zeiden, wat mij het meeste frustreert, is dat ik mijn grond niet kan overgeven aan de volgende generatie in een betere conditie. En mijn droom is dat ik betaald word voor de diensten die ik ook nog lever om dat land mooi te houden, dan alleen maar voedselproductie of vezelproductie of bosproductie. En de investeerders die zeiden, ja, mijn grootste frustratie is dat ik helemaal mijn geld niet kan, of het geld wat ik moet investeren, dat ik dat niet in duurzame projecten kan wegzetten, want die bestaan niet. Er zijn wel heel veel projecten die iets minder slecht doen, maar echte duurzame projecten, die zijn er niet. En mijn kinderen, die nemen mij dat kwalijk, want die zeggen eigenlijk, papa, jij verdient veel geld over de ruggen van onze toekomst heen. Dus er was ook nog een soort van generatieprobleem daar. En zijn droom was, of haar droom was, hoe kan ik nou echte goede projecten, pijplijn noemen ze dat in de wereld, vinden? Nou, dat is er niet. Of heel weinig. En het gaat om veel geld bij die pensioenfondsen. Dus ik ben mij gaan verdiepen in hoe kan ik nou een holistisch model vinden, waar ook businessmodelontwikkeling in zit, op landschapsschaal. En ik ben maar eens teruggegaan naar die landschappen en gekeken van wat gebeurt er nou werkelijk. Nou, wat er echt werkelijk gebeurt, is dat je eigenlijk vier verliezen hebt in zo'n landschap wat gedegradeerd is. Ik heb het aan de linkerkant opgeschreven, een verlies van hoop, eigenlijk van zingeving, een verlies van banen en zekerheid, sociale zekerheid, een verlies van biodiversiteit, water, noem maar op, gezonde bodems, en ook een verlies van economische activiteit. En als je dat omdraait, dan kom je eigenlijk bij wat ik dan heb genoemd de vier returns. Want het woord return, dat ligt bij boerengoed, maar ook bij investeerders, ook bij overheden. Dat is een herkenbaar woord, ook internationaal. En ik heb dat genoemd de vier returns. Je moet eerst inspiratie terugbrengen en hoop. Dan kan je aan banen gaan werken. En tegelijkertijd kan je dan mensen bewust maken dat ze die nieuwe natuur en ook hun landbouwgebruik op een duurzame en een inclusieve manier moeten neer gaan zetten. En dat geeft uiteindelijk duurzaam financieel rendement. De vier returns heb ik dat genoemd. Ja, en maar die landen natuurlijk niet als je het op een holistische landschapaanpak neerzet. En je moet groot denken. Dus wij begonnen na te denken over groter dan 100.000 hectare. Nou, Nederland is 4 miljoen hectare, dus 100.000 hectare is 5 keer Noord-Brabant, om maar een voorbeeld te geven. Waarom 100.000 hectare? Omdat als je klein denkt, dan zit je op postzegelformaat te werken en dan werkt die ecologie niet voor je. Dat werkt niet. Dan blijf je zitten op 100 hectare hier. Maar ja, ik heb heel lang in de natuurbescherming gewerkt en dan gingen we 1000 hectare hier beschermen met een NGO. En daaromheen werd 100.000 hectare weggekapt door grote palmoliemaatschappij. Ja, dat frikt. En uiteindelijk verliezen dan ook die 1000 hectare. Dus je moet in zoneringen gaan denken. En daar zijn ecologen heel goed in. Wij zijn vooral heel goed in de natuurlijke zone, beschermde gebieden. Nationaal Park, de Hoge Veluwe, is zo'n beschermd gebied. Nationale parken. Maar de infrastructurele mensen die denken vooral in economische zones. Er moeten wegen worden aangelegd, industrieterreinen, steden moeten worden aangelegd.
Dat is de economische zone. En monocultures, grote monocultures, van mais bijvoorbeeld. Maar die gecombineerde zone, ik noem het hier combined zone, die bestaat eigenlijk nergens ter wereld. En die moet er komen. En er moet een betere verdeling komen, een balans in die grote gebieden die als een ecologische eenheid fungeren tussen waar ligt nou die natural zone, wat is dan de gecombineerde zone waar regeneratieve landbouw werkt en waar ligt dan die economische zone die vaak al bekend is. Nou, als je dat gaat doen, dan kom je uiteindelijk bij het 4 returns, 3 zone model, moet je nog een component toevoegen en dat is minimaal 20 jaar. Minimaal, omdat pas vanaf 20 jaar het echt gaat werken, dan gaat die ecologie voor je werken. Dat kost tijd. Dat is natuurlijk lastig, want dit hele verhaal, ja, dat loopt natuurlijk niet in de pas met die maximalisatie van return on investment per hectare, wat een korte termijn verhaal is waar investeerders op afkomen. En toch zijn we het gaan doen en zijn we gaan werken met in een aantal landen om met een model om mensen bij elkaar te brengen, dat noem ik hier de Theory U, is dat een bekend model uit de business, om mensen echt met de neuzen dezelfde kant op te krijgen, dus boeren, ondernemers, waterschappen. Nationale parkenbeheerders, in die landschappen aan de slag te brengen. En ik geef je één voorbeeld, om even te laten zien hoe dat werkt. In Spanje zijn we begonnen in 2014. Hier zie je de groep boeren, die zijn begonnen met bij elkaar te komen toen we daar eigenlijk dat gebied aan het verkennen waren. En ze hebben zo'n model gemaakt en ze hebben daar een heel plan van gemaakt en zijn dat gewoon nu aan het doen. Kost heel veel geld, kost heel veel moeite, maar het begint te lukken. En we zijn in dat gebied nu al dus bijna 5 jaar actief. Groot gebied, 1 miljoen hectare, dus 2 keer Noord-Brabant, in de buurt van tussen Granada en Murcia. En het gebied is al jaren in crisis en die crisis neemt alleen maar toe. Minder water, minder regenval of abrupte, heel veel regenval op het verkeerde moment. Het was een bosgebied, maar dat is ook al 500, 600, 700 jaar gekapt. De amandelcultures die ze daar hebben gaan ook naar beneden. De granen die ze vroeger hadden, dat lukt al helemaal niet meer. Dus het gebied raakt ontvolkt. Dus de mensen zijn in crisis. En dat is wel heel gaaf. Klinkt een beetje lullig, maar het is wel gaaf, want daardoor zijn ze meer bereid om te veranderen. Transformatieprocessen. En we zijn met elkaar gewoon plannen aan het maken gegaan vanaf 2014. Wat moet er komen? Ja, je moet aan aromatische olie werken. Je moet een regeneratieve amandelteelt gaan creëren. Maar hoe dan? En waar ga je dat doen? En dat ga je dus allemaal in kaart brengen. Allerlei zaken, van composting, van in plaats van overbegrazing ga je naar rotatiebegrazing, zodat de beesten af en toe heel intensief gebieden begraasd worden, maar daarna gewoon de vegetatie weer kan opkomen. En we zijn de eerste bedrijven gaan opzetten nadat we een boerenassociatie hebben opgericht in 2015 met nu meer dan 220 leden. En we zijn kaarten gaan maken. Hier zie je wat de mensen zelf vinden, hoe dit gebied er over 5 jaar moet zijn. Die donkere gebieden, die hele lichtgrijze gebieden zijn beschermde gebieden. Die donkere gebieden, dat worden de natuurlijke zones die moeten worden aangelegd. Vinden ze zelf. Over 10 jaar moet je die toenemen, over 20 jaar nog meer. En als je kijkt naar wat ze willen met die regeneratieve combined zone. Ja, dit zijn nu de bedrijven die over 5 jaar daarmee bezig zijn. En die gaan ook toenemen, zoals je ziet. En eigenlijk er is geen economische zone in het gebied, dus die zijn ze ook aan het ontwikkelen, waar je amandelpelmachines hebt, waar je aromatische olie gaat verwerken, waar je toerisme gaat creëren, want dat is daar niet, dat zit allemaal aan de kust. En zo zijn ze dat zijn we dat verder aan het plannen. En inmiddels bestaat het eerste bedrijf van Israël. Zijn er al commerciële investeerders, impact-investeerders aangetrokken? Worden er eikenplantjes geplant? Worden er allerlei maatregelen in het landschap genomen om te zorgen dat het landschap elke druppel water vasthoudt en de eerste bronnetjes beginnen eigenlijk alweer te ontstaan die er vroeger waren, maar zijn opgedroogd door verkeerd landgebruik. Dat zijn we aan het doen, daar, als voorbeeld. Kortom, waar gaan we nou naartoe, althans dat hoop ik dan, met die volgende sprong in de evolutie? Ja, dat zal wat, denk ik, een bewustzijnssprong gaan worden, waarbij we echt die ecologie weer gaan verinnerlijken en dat contact met die grond weer normaal gaat worden. Niet alleen die grond, maar met al die beestjes en plantjes, die biodiversiteit die er is. Waarom voorzie ik dat die sprong er gaat komen? Heel simpel, omdat er geen alternatief is. Dus in ons brein zal dat holisme een plek gaan krijgen, zodat we uiteindelijk dat holisme op een systemische manier in dat landschap weer vorm zullen gaan geven. En dat is een hele hoopvolle gedachte. En dat gaat er gebeuren. En daar zijn we allemaal onderdeel van. En ik word meestal heel erg geïnspireerd door indianen waar ik vroeger bij heb gewoond. Zoals deze Koki-indianen.
In Noord-Colombia, de Sierra Nevada, Santa Marta, op slechts 100 kilometer van Aruba, heb je sneeuw. En daar was ik voor het eerst in 1984. En nog steeds heb ik contact met die mensen. En dat helpt. Dankjewel. Je mag... Hoe kom je zitten? Dankjewel, Willem. Ik wil meteen ook mijn twee andere gasten uitnodigen om plaats te nemen. Boerin Agnes en Clarien Klingen. Ik ben blij dat jullie er zijn. Want na dit verhaal wil ik eigenlijk meteen met jullie de praktijk induiken. Want we hebben een heel theoretisch, een theoretische verhandeling gehoord over wat er mis is in het huidige systeem. Wat ervoor zorgt dat we de aarde in zo'n rap tempo aan het uitbuiten zijn. En jullie staan dagelijks met beide benen op die grond waar het moet gebeuren. Dus ik ben heel blij dat jullie er zijn. En mijn eerste vraag is eigenlijk, Agnes, wat haal jij hieruit waarvan je denkt... Hier kan ik iets mee, of dit vind ik dit inspireert voor mijn dagelijks werk. Wat voor concrete voorbeelden kun je daar? Het valt mij persoonlijk heel erg op dat je eerst zegt van China keer 2 is eigenlijk al niet meer bruikbaar aan land. En vervolgens hoor ik wel van geef het een stukje aarde, geeft die weer 20 jaar de tijd en er komen al weer bronnetjes uit zichzelf omhoog dat het water zich herstelt. Mm-hmm. Er zit dus zoveel in die aarde wat wij nog allemaal niet weten. En daar moeten we achterkomen is een groot woord, maar daar moeten we veel meer mee gaan doen misschien wel als wat we nou doen. Mm-hmm. En als we het hebben over die... Want wat ik zo schokkend vind is dat in die enorme afname van de biodiversiteit. Zien jullie dat ook, zeg maar, waar jullie werken, op het land? Merken jullie daar iets van dat het aantal insecten zo afneemt, dat het... grond uitgeput raakt en dergelijke. Clarien, misschien jij werkt meer met... Nou ja, de grap is dat ik nog niet zo lang, nog geen 10 generaties boer ben. Mm-hmm. Dus dat vind ik lastig om iets over de tijd te zeggen over insecten. Mm-hmm. Nou, ik bedoel, ik herinner me wel dat ik vroeger veel vaker kon schaatsen en in de sneeuw spelen. Hè? Dat is, zeg maar, dat is een beetje mm-hmm. hoe mijn hersenen daarmee kunnen omgaan. Maar wat ik wel heel erg... voel en zie en heel erg belangrijk en lastig vind, is de bodembiodiversiteit. Mm-hmm. Want ik zie hoe wij omgaan met de bodem in Nederland door eigenlijk bijna permanente boel kaal en geploegd te hebben. Mm-hmm. Dat is best wel logisch om te bedenken. Kijk, als een worm een keer door midden wordt gesneden, dan is dat best wel jammer. Maar het gaat om het geheel van alle beestjes die daar allemaal tezamen zijn. En als je die iedere keer en meerdere keren per jaar helemaal omdraait... Dan vernietig je de boel. Dus dat zie ik zeg maar gebeuren. Mm-hmm. Op dit moment, de hele tijd in de landbouw. En dat vind ik wel, dat gaat me wel aan het hart, ja. En waarom vind je dat erg? Of wat is het probleem daarvan? Ja, waarom omdat moeten we dat erg vinden? Omdat we net hebben geleerd dat biodiversiteit heel erg belangrijk is voor de veerkracht van de ecosysteemfuncties. Goed opgelet. En omdat ik weet dat koolstof in de bodem wordt verbrand als je het blootlegt. Mm-hmm. Als je het omdraait, dan gaat het weg. En als de dieren daar kunnen zijn, dieren en andere, hoe heet het, die dingen, eencellige figuren, als die daar kunnen zijn en hun ding kunnen doen, dan blijft die koolstof daar, dan kan die daar zijn. Dus daarom gaat het mij aan het hart. Mm-hmm. En jij bent freelance boer, begreep ik, en bestuurslid van de Toekomstboeren. Kun je heel kort vertellen waarom je boer bent geworden? Waarom je het belangrijk vond? Ja, dat kan ik. Ik ben de landbouw ingegaan omdat ik de landbouw wilde veranderen. Omdat ik niet eens was met heel veel dingen. En waar ben je het precies niet mee eens? Nou ja, met eigenlijk wat ik net, waar we net over hadden, dat ploegen, dat is eigenlijk, was eigenlijk mijn studie. Dus ik heb dat gestudeerd in Wageningen. Uh-huh. Ik heb gewoon 6 jaar lang aan de universiteit geleerd. Het is beter voor de bodem om niet te ploegen. Maar we doen het toch allemaal, want het moet wel. Uh-huh. Dat vond ik best wel een dingetje. Maar dus nu ben ik erin geraakt. Ik ben een opleiding gaan doen, een mbo-opleiding naar de universiteit om boerin te worden. En nu kom ik tegen, zeg maar, het is minder makkelijk dan ik dacht. In die zin, dat land vinden, dat lukt nog wel. Maar een duurzame relatie met de grond
hebben. Dat is waar wij als vereniging Toekomstboeren nu heel erg aan het werk zijn. En waarom is het zo moeilijk? Want ik denk als jullie al niet een duurzame relatie met het land kunnen opbouwen, hoe kunnen wij stedelingen dan goede vraag. Misschien heel even toelichten. Dus we hebben net gehoord dat 20 jaar nodig is om een ecosysteem. Minimaal. De huidige pachtwetgeving in Nederland is zo dat je maximaal 6 jaar, via liberale pacht kan je maximaal 6 jaar iets afspreken. En dat is wat er gebeurt. Dus als wij toekomstboeren, nieuwe mensen in de landbouw land zoeken, dan krijg je, als je blij bent, een contract voor 1 jaar, of 2 of 3, maximaal 5. Want zodra een grondeigenaar voor 6 jaar iets toezegt, heb je allemaal rechten. Het is net als met huren in de woning. Dus dat krijg je niet. Dus daar heb je eigenlijk, als je wil investeren in bodemvruchtbaarheid en in klantenkringen, als je wil gaan wonen bij je land, maar vooral die bodemvruchtbaarheid, heb je eigenlijk niks aan. Dus dat is maar waarom echt koop je niet gewoon een stuk land? Dat lijkt me veel makkelijker. Dan kan je zeggen, we gaan 20 jaar vooruit, 40 jaar vooruit. Ja, dat was ook een van mijn vragen daarnet aan Willem, maar toen slikte ik mezelf in. Wat kost het land eigenlijk daar bij Granada? Slechte grond, dus land waar je alleen maar hopelijk wat bomen op kan planten, kan je al voor 1.000 euro vinden, soms al voor 500. Goede grond, dus die amandelgrond, zit je al op 5.000 euro, 6.000 euro per hectare. En als je er een waterbron bij hebt, dan wordt het natuurlijk nog meer. Maar dat staat dus niet in verhouding tot de prijzen in Nederland. 5.000 of 6.000 in Spanje. In Nederland kost het 100.000 per hectare. Ligt eraan in welk gebied je zit. Ja, ligt eraan. Ja. Maar als je want soms is het 60. Ja, die is ook. 1000 euro per hectare. Dus dat kan niet uit. That's a lot of money, zeg maar. Ja. Nou, het gaat niet omdat het veel geld is. Het gaat om dat landbouw dat niet gaat opleveren. Ja. Maar hier zit dus... Je mag erop reageren. Hier zit dus het probleem. Dus een van de problemen is dat het land opleveren... Wat levert dat land dan op? Ja. 2000. Ja. Wat? Dat is of hout of voedsel. Maar koolstof en biodiversiteit en al die andere dingen, daar wordt niet voor betaald. Dat is dus het probleem. Dus je hebt een betaal... En dat heeft te maken met dat we nog in dat oude businessmodel zitten, gevangen zitten. En alle instanties zijn ingeregeld op dat oude businessmodel. Ik vind het belangrijk om te zeggen, worden niet gewaardeerd. Want ik vind het een valkuil om daar geldwaarde... Of tenminste, ik vind dat een beetje spannend. Als we daar geldwaarde aan gaan hangen, of dat is een vraag. Maar een punt is natuurlijk wel dat als je een stuk land hebt... en je woont daar met je familie... Heel concreet, Agnes, jij bent melkveehouder, jij moet een gezin onderhouden. En ik kan me voorstellen, dan is er zijn verschillende uitkomsten van het proces, zoals je verschillende returns, maar ik kan me voorstellen dat het ook belangrijk is om je gezin überhaupt te eten te kunnen geven. Nou, dat vind ik dus wel heel erg grappig, want er wordt meteen verteld van een hectare kost zoveel en het levert zoveel op. Ja. Ik zou niet weten wat mijn boerderij waard is. Dat klinkt misschien ook al heel stom. Het interesseert me niet is een heel groot woord, maar daar ben ik niet iedere dag mee bezig. Ik wil mijn boerderij in stand houden om te zorgen dat ik hem straks weer door kan geven aan mijn kinderen, als ze dat graag willen. En als ik mijn kinderen dezelfde opvoeding kan geven als die ik zelf heb gehad, en wat ik zie, wat ze allemaal leren, wat gewoon de basisprincipe die je meekrijgt van wat komt er allemaal bij kijken voordat een stukje vlees in de supermarkt ligt, waar komt dat pak melk vandaan wat in de supermarkt komen? Die basisprincipes vind ik veel belangrijker om mee te geven dan dat ik iedere dag bezig ben van levert die grond me vandaag een tientje op of 15 euro? Dat zit niet... Ja. Daar is misschien ook het verschil van, ik heb inderdaad aan allebei de kanten meer dan 10 generaties boerenbloed in mij. Ik ben niet iedere dag met geld bezig. Tuurlijk, ik moet op het einde van de maand moet ik mijn rekeningen betalen. En dat is tegenwoordig niet meer zo makkelijk. En daarom gaat er heel veel naar schaalvergroting en zijn we allemaal geïntensiveerd, moeilijk woord. Maar ik denk dat je aan heel veel boeren tegenwoordig vraagt van waarom ben jij zo groot geworden? Omdat ik moet. Ik moet het hoofd boven water houden. Mm-hmm. Maar... En van wie moet dat dan? Want dat is natuurlijk iets interessants. Hè? Want je zegt van we horen van Willem ook van we moeten toe naar meer biodiversiteit. We moeten af van de monocultuur. En we moeten veel kleinschaliger en diverser gaan produceren. Maar jij zegt eigenlijk de enige manier om verder te kunnen is door grootschaliger en efficiënter te gaan. Dus van wie moet dat dan? Gedeeltelijk van de politiek die ons dwingt om intensiever te worden. In principe, ik wil heel graag mijn koeien buiten houden. Ze komen ook nog buiten. Maar ga ik puur kijken naar de kringlopen van hoe de meststoffen optimaal benut kunnen worden, moet ik mijn koeien binnen houden. Want binnen kan ik mijn koeien
constant voeren. Kan ik ze iedere dag precies om 8 uur voeren en om 10 uur voeren. Nou, dat kan ik gewoon allemaal netjes inblokken. Dan kan ik ook heel precies, elk strookje land kan ik precies bemesten. Een koe die scheidt, wou ik zeggen, maar die poept hier en die plas daar. En, mag hier hoor. Ja, dan zit er ook een stukje land omheen waar het niet direct op komt. Dus door de overheid worden we deels in bepaalde paden gedwongen. Mm-hmm. En ook, ik denk dat de consument zo ver van het voedsel verwijderd is en verwend is. Er staan iedere dag meer dan 20 soorten toetjes in het toetjesvak. En nog vinden we het niet goed, want die ene smaak ontbreekt. En als je dan gaat vragen, ja, zou je die smaak dan ook kopen? Nee, die koop ik niet, maar hij staat er niet. Gewoon het feit dat we iets niet binnen handbereik hebben. Ja, en dat is denk ik ook het leuke van jouw initiatief. Van, je gaat ook veel meer als je in de landbouw werkt, of ook al heb je maar gewoon je eigen moestuin, je gaat ook met de seizoenen mee. En wij eten in de winter, drinken wij veel meer ook van onze eigen melk, omdat we dan extra chocolademelk zetten en zo, dan in de zomerperiode. Maar dus je gaat ook veel meer ja, en we hebben het de natuurlijk eigenlijk inzien. De hele avond van hoe kunnen we daarover van hoe kunnen we nou mensen dichter bij de bodem brengen? Hoe, dat staat centraal. En hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe zouden we dat volgens jou moeten doen? Want ik bedoel, wij kunnen dat allemaal leuk verzinnen, maar jij werkt op het land en hebt misschien goede ideeën over hoe we... wat we moeten doen om dichter bij elkaar te komen. Ja, dat vind ik zo. Ik heb het zelf ook altijd heel moeilijk gevonden. Ik heb afgelopen jaar mijn verhaal op televisie verteld, waar ik allemaal tegenaan loop en hoe mijn dagelijkse dagen eruit zien. Mm-hmm. En mij is toen opgevallen, daar hebben 1,5 miljoen mensen naar gekeken, dat eigenlijk iedereen was enthousiast over mijn verhaal. Dat nou eindelijk het echte verhaal verteld werd. En ook mensen kwamen met ideeën aandragen. En toen ben ik wel gaan denken van ja, ook ik ben heel snel geneigd om alles maar commentaar te hebben op iedereen. En toen dacht ik van ja, de boeren willen eigenlijk de burger op het bedrijf hebben. Dat is wat ook door de overheid gestimuleerd mm-hmm. wordt. Maar die stap is moeilijk, want ik heb bijvoorbeeld, mijn koeien zijn allemaal van bepaalde ziektes vrij. Als ik dan weer allemaal mensen op mijn boerderij uitnodig, loop ik het risico dat er weer allemaal ziektes op mijn bedrijf komen. Ja. Ik heb daar financieel heel veel geld in gestoken om vrij te worden. Dus hoe ga ik die grens opzoeken? Maar ik heb uiteindelijk bedacht van, als de burger of de niet-boer niet de boer opgaat, dan kan ik als boer zijnde de burger op. Dus ik ben een... Wacht even, kan je het nog een keer halen? Niet-boer en de niet... Ze gaat vind de burger mooie. Op. Ik ga als boer zijnde de burger op. De burger op. Als de burger niet naar de boer komt, dan gaat de boer wel naar de burger. Ja, dus ik ben nou uiteindelijk... Ondertussen heb ik 3 keer al in het theater gestaan. En ik wil ook heel graag eigenlijk de grote steden in. Mm-hmm. Om juist het boerenverhaal te gaan vertellen. Mm-hmm. Van wat komt er allemaal bij kijken? Waar zijn we allemaal mee bezig? Want de boeren zijn al zo goed bezig. Ook in vergelijking met het buitenland. In Nederland, we worden door overheid zo getriggerd om overal over na te denken, mm-hmm. dat elk sprietje gras wat hier op de foto, wat daar groeit, is over nagedacht. Wat voor meststoffen moeten daarop? Wanneer moet ik hem maaien? Moet ik hem vandaag maaien of morgen? Of moet ik nog een dag langer wachten? En wat is het belangrijkste misverstand dat jij in die theatershow uit de wereld wil helpen over boeren? Nou, gewoon een stukje bewustwording en communicatie. Ja. Want, eigenlijk precies wat Willem zegt, hè, van die laatste fase waar we nu zijn beland, dat is de fase van bewustwording. Toch? Nu we in crisis zijn, dus ook het moment dat er verandering... Het lijkt misschien wel alsof het niet zo is, hè, want er zijn allerlei tendensen die helemaal tegenovergesteld zijn van wat mijn verhaal is. Ik bedoel, daar zijn we allemaal bewust van. Hè. Jij wordt ook steeds gedwongen om in allemaal stukjes opgeknipt te worden door beleid en door consumenten die kopen, noem maar op. Mm-hmm. Maar de echte tendens, de onderliggende tendens is anders. Dus er zijn 2 lijnen. Je hebt de korte termijn, ja, zeg maar maximalisatie, mm-hmm. die... Alle crisispunten zijn daar nu al duidelijk aan het komen. Hè. En, er wordt elke dag over klimaatverandering wel geschreeuwd, maar het gaat vooral over die, wat mij betreft, gaat nog veel dieper. Het gaat vooral om die andere crisis. Dus ik noem dat even die ecosysteemcrisis. Mm-hmm. Die systeemcrisis zie je in alles terugkomen. Dus in bedrijven, in politiek. En het gaat allemaal om een materialistische, de toetjes. Hè. Mm-hmm. De top consument die verwend is. En de grote groepen mensen die dat ook willen bereiken. En het verlangen naar het contact met natuur. Mm-hmm. En door het wegvallen van religies en spiritualiteit, wat in allerlei vormen opduikt, is daar een enorme zoektocht aan het ontstaan. En dat die verbintenis met natuur, die gaat er dus komen. En als die er weer meer gaan komen, daarom zijn dit soort initiatieven en dit soort gesprekken zo ongelooflijk belangrijk, dan ontstaat er langzamerhand weer een...
ik noem het zeg maar een nieuwe economie, mm-hmm. die zingeving, die verbindt, mm-hmm. verbonden is met zingeving. Nou, dat is de sprong die we moeten maken, heel simpel, omdat we met heel veel mensen op een kluitje zitten. Dus er is geen keus, want mm-hmm. ja, we kunnen niet allemaal naar Mars. Ik vond het interessant wat jij ook uitlegde over, we zijn nu in crisis. En dat is eigenlijk, dat vond ik hoopvol, omdat ik de hele tijd denk, we staan aan de afgrond. Maar tegelijkertijd dacht ik, er zijn dus andere dingen mogelijk. Jij vertelde van, ik heb het best wel moeilijk om überhaupt het hoofd boven water te houden als melkveehouder. En ik vroeg me af, zie jij deze crisis ook als een manier of als een aanleiding om dingen anders te gaan doen? En zo ja, wat zou je dan anders gaan doen? Nou ja, natuurlijk in een crisis ga je nadenken, wat kan ik anders doen? Hoe kan ik op een andere manier toch inkomsten genereren? Want kijk, ik hoef geen dik beleg op mijn brood te hebben, maar ik wil wel graag een boterham eten iedere dag. En je kinderen neem ik aan. En mijn kinderen ook, ja, dat zou wel prettig zijn. Maar, nou ben ik even je vraag kwijt. Mijn vraag was, is de crisis die je ervaart in je bedrijf ook een aanleiding om dingen anders te gaan doen? Oh ja. Wat ga je dan anders doen? Ja, van de ene kant wel. En tegelijkertijd zet hem ook alweer tot nadenken van eigenlijk wat we met z'n allen willen. Iedereen heeft nog het traditionele plaatje van met het hele gezin op het land op aan het werk. En dat is oh zo romantisch. Nou, zo romantisch is het allemaal niet altijd. Maar het zet je wel tot nadenken. Waarom doe ik bepaalde dingen? Ja. En ik vind het zelf nou, helemaal omdat ik zelf nou kleine kinderen ook heb, ik vind het heel belangrijk dat kinderen weer gewoon een keer op de boerderij komen. En dan komen ze allemaal met dichtgeknepen neuzen, want het stinkt hier en het is allemaal maar vies en smerig en niet interessant. Die kinderen zijn 2 jaar op de boerderij en willen niet eens meer naar huis. Zo leuk vinden ze het. En als spelonderwijs leren ze heel veel. Dus ik ben met schooleducatie begonnen. Puur uit financieel plaatje hoef ik het niet te doen, want het gaat er voor mij niet voor zorgen dat ik uiteindelijk boer kan blijven. Want qua inkomsten haal ik daar niet genoeg uit. Maar wel, je bouwt wel sociaal kapitaal op, een andere belangrijke... Ja, en dan komt ook begrip. En als zo'n kind dadelijk weer, die vertelt dat thuis weer en op de boerderij was het leuk. En die ziet ook waar de melk vandaan komt en wat er allemaal bij komt kijken. En ja, daar haal ik zelf ook alweer heel veel voldoening uit. Mijn vader die heeft me voor gek verklaard toen ik daarmee ging beginnen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, toen de eerste 2-3 klassen waren geweest, toen zei hij van ja, het is toch eigenlijk wel heel erg mooi om te zien hoe enthousiast mensen weer naar huis gaan. En mensen moeten denk ik gewoon een persoonlijk verhaal zien en ervaren om het mee te nemen en er ook iets mee te doen. Ik kan wel op televisie gaan bekijken van ja, in Zuid-Afrika zijn de olifanten worden bedreigd. Maar ja, dat ben ik morgen weer vergeten. Maar je moet met je voeten in de grond staan geweest, om te kunnen ervaren. We gaan zo meteen overigens ook nog een voorbeeld, een ervaring meemaken die ons hopelijk dichter bij de natuur brengt. Dus dat komt later in het programma. Maar Clarien, ik wilde nog even naar jou. Wat vind jij dat er concreet moet gebeuren? Wat moet er veranderen om dit probleem aan te pakken? Die afstand, hè? Dus wij zijn al gewend om te praten afstand tussen producent en consument, maar vandaag gaat het over afstand tussen mensen en grond. Dat is eigenlijk veel mooier, vind ik, om het zo te bekijken. Van de ene kant zie ik heel leuke, positieve ontwikkeling. Er zijn de afgelopen 5 jaar ongeveer, best wel een korte periode, zijn er 90 CSA-bedrijven in Nederland gestart. Wat voor bedrijven? Community Supported Agriculture, waar CSA. De burgers de boerderij ondersteunen. Mm-hmm. Meestal verbinden ze zich door tenminste een seizoen aan de boerderij, zodat de boer een stabiele inkomsten heeft. Maar vaak zijn het ook zelf oogsttuinen, waar de mensen hun eigen groenten gaan oogsten. Dus dan is het heel letterlijk in de grond, kijken wat er gebeurt. En ik heb dat zelf ook een aantal jaren gedaan al. En dat is heel bijzonder om te zien hoe dat ervaren, dat beleven van de mensen, hoeveel waard dat is eigenlijk. Maar dus ook voor producent en natuurlijk zeker ook voor maar de mensen. Maar wat doen we met mensen die fulltime banen hebben, 1 keer in de week naar de supermarkt gaan en nooit buiten de stad komen? Hoe gaan we hen overhalen? Dus de oplossing is... Ik heb nu geen antwoord op jouw vraag in de zin van wat kan ik met die mensen die niet die tijd of die gelegenheid of die fietsafstand hebben tot die boerderij. Mm. Maar het begint met die vraag daarvoor van willen we ons weer verbinden met de grond? Mm. En daar zie ik ook wel hoop her en der van. En dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Maar dat is ook voor mij wat het betekent dat er zoveel nieuwe mensen zijn gestart in de landbouw. Dat is, voor mij zit dat erachter. We willen ons weer verbinden met de bodem.
Maar weten jullie iets over de cijfers van hoeveel mensen zich weer willen verbinden met de landbouw? Want als ik hoor over de situatie van boeren in Nederland, in België, in Frankrijk, onderzoeken die uitkomen over hoe het nou eigenlijk met die boeren gaat, enorme zelfmoordaantallen zelfs, denk ik, ik zie een heel ander plaatje dan een rooskleurig verhaal van mensen die zich weer willen verbinden met de natuur. Ja, het is dus eigenlijk niet echt heel makkelijk om te starten in de landbouw. Ja. En heel veel mensen hebben geen opvolger, omdat de kinderen zien hoe hard de ouders hebben moeten werken. En die hebben daar geen zin in. En mensen gaan failliet. Dus het is wel degelijk een crisis in de landbouw. Dus de mensen die de toekomstboeren, de mensen die starten in de landbouw, die starten kleinschalig. En, en het is ook echt niet altijd makkelijk. Zeker niet om een duurzame relatie met de grond te hebben. Wat zijn de moeilijkheden die je ondervindt als je zoiets wil doen? Ik heb net al even geschetst. Grond kopen is eigenlijk... Daar willen we graag aan werken, maar dat is nog niet af. Ja. Maar we willen er graag aan werken en dat zien we her en der verschijnen. Het idee dat een groep burgers zich verbindt als eigenaar, als collectieve eigenaren van grond. Daar hebben we veel hoop op gevestigd. En het andere is duurzamere pachtconstructies, waarbij dus grondeigenaren ook inzien dat het voor ons nodig is om bomen te planten en om langere termijn afspraken te maken. Dat is wel wat we zien gebeuren. Ook provincie Brabant is daar al goed mee bezig. Mm-hmm. Dus dat zijn wel ontwikkelingen die gewoon nodig zijn in deze tijd van crisis, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk ook het voordeel van jouw concept is, dan kunnen mensen ook naar de boerderij toe als het er zelf uitkomt. Ik sta 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar voor mijn boerderij klaar. En dat is wat het boerenleven eigenlijk zo moeilijk maakt. Het is constant. En tuurlijk, alle boeren in het voorjaar, die leven weer op. Want dan gaat het zonnetje weer schijnen en je kan weer op het land vooruit. En dan ga je weer de goede periode tegemoet. Maar er komen ook gewoon periodes in het jaar dat het gewoon zwaar is. Mm-hmm. En die kun je dan... in jullie geval, zeg maar even, dan kun je een stapje terug doen en kun je je eigen ding weer doen. En voor ons is het gewoon 24/7, want wij moeten daar onze broodwinning uit halen. En even heel kort door de bocht, in jullie geval heb je dan waarschijnlijk nog een nevenbron van inkomsten erbij. Is dat zo, Clarien? Of moet jij ook rondkomen van... Nee, het verschilt heel erg. Er zijn mensen die hebben een biodivers leven georganiseerd en die doen het deeltijd of parttime. Voor tuinders is het natuurlijk sowieso heel erg seizoens. Dus in de zomer werken ze veel meer dan fulltime en dan in de winter kunnen ze andere dingen doen. Dus dat verschilt. Maar het belangrijk verschil is denk ik dat je... Ik weet niet hoe dat zit bij jullie met eigendom en werklast en werkdruk, maar veel boeren die hollen omdat ze... veel schulden hebben, hollen ze erachteraan. Hè? Is het lastig om vrije keuzes te maken, om dingen op te starten? Mm-hmm. Veel collega's van mij die starten in de korte keten. Hè? Die beginnen meteen met directe afzetsystemen. Dus die geven niet de producten weg aan de fabriek. Ja, maar tegelijkertijd is het ook alweer, als tuinder zijnde, heb jij meteen van iedere centimeter eigenlijk, die levert opbrengst op. Mm-hmm. Ik heb heel veel land nodig om gras op te laten groeien wat naar mijn koeien gaat. Mm-hmm. Dus ik heb niet meteen een 1-op-1 verdienmodel. Mm-hmm. Super kapitaalintensief en met hele kleine marges. Wat zou er moeten gebeuren? Want is niet een heel groot probleem ook dat het land veel geld kost en dat de producten... dat we gewoon te weinig betalen voor het voedsel? Dat vooral. Als je nagaat dat een liter melk, wat ik nou voor de melk krijg, is 36 euro of 36 cent. Omgerekend in guldencenten is dat nog minder als wat mijn ouders altijd hebben gekregen. De inflatie is nooit meegerekend. Een pakje sigaretten is van een cent per sigaret gestegen naar 7 euro voor een pakje. Of wat betaal je tegenwoordig misschien voor een pakje sigaretten? En melk is nog steeds, het wordt alleen maar goedkoper. En nog klagen mensen dat het levensmiddelenpakket te duur is. Maar waar gaan al die landbouwsubsidies dan naartoe? Vanuit Europa, vanuit... Naar heel veel, ook naar tussenliggende partijen. Tuurlijk, ik ontvang ook wel subsidies vanuit Brussel, maar ik betaal ook heel veel. En daar zit gewoon nog een heel gat in. En ik heb die subsidies die ik krijg, is eigenlijk weer een verkapte subsidie aan de consument om te zorgen dat het voedselpakket goedkoop kan blijven. En iedereen heeft dan een mening over, die boeren krijgen subsidie. Ja, eigenlijk wordt iedere consument wordt gesubsidieerd, want anders was het voedselpakket sowieso al veel duurder geweest. Maar zou jij duurzamer willen en is dat moeilijk in jouw geval?
Dat wil ik heel graag en daar doe ik ook mijn uiterste best voor. Want je bent geen bio-melkveehouder? Ik ben geen biologisch melkveehouder. Ik denk wel dat ik heel dicht tegen de grens aan zit. Mm-hmm. En ik denk dat iedere boer in Nederland is al heel veel bezig met de kringlopen. Want als ik mijn land niks geef, groeit er ook geen gras, kan ik mijn koeien niet voeren. Heb ik dus ook geen mest die mijn land weer kan bemesten. Mm-hmm. Dus wij als boer zijnde denken wij eigenlijk al veel meer in kringloop als ook wat de boer zelf eigenlijk in eerste instantie denkt. De minister heeft nou ook een kringlooplandbouwvisie gepresenteerd. Toen dacht ik ook van, oh, maar daar kan ik nooit aan voldoen. Uiteindelijk na een aantal dagen erover nagedacht hebben, ik denk van, ja, maar wie is hier nou met kringloop bezig? Daar zijn we potverdorie als Nederlandse boer. We doen wel. Ja, en elke boer op de wereld is met kringlooplandbouw bezig. En er zijn natuurlijk periodes geweest dat we naar het extreme toe gingen. En dan zie je dus ook inderdaad die plaatjes van dat alles uitgeput wordt. Ja. Maar tegenwoordig moeten wij gewoon heel efficiënt overal mee bezig zijn. Want anders dan kunnen wij het bedrijf niet doorgeven aan de volgende generatie. En dat is wat eigenlijk de drijfveer van iedere boer is. Maar heb jij een advies in dit geval, Willem? Nou, ik zit natuurlijk te luisteren. En we hadden net even voorgesproken ook. Dus mijn vraag is, in hoeverre werk jij samen met de landeigenaren in je omgeving? En in hoeverre heb je tijd om met die landeigenaar in die omgeving, je hebt tijd nodig om wat creatiever na te kunnen denken over andere potentiële businessmodellen die je meer kunnen gaan opleveren. En dat kan je, tenminste mijn ervaring is met wat wij doen in die landschappen, is wij creëren dus, dat noemen we landscape restoration partnerships. Dus dat zijn boerenassociaties of landeigenaassociaties. Dus dat kan zijn een natuurmonumenten of een landschappen samen met de water, Maar lukt waterschappen. En daar maken we dan daar gaan we nieuwe producten mee ontwikkelen. Ja. Lukt het om in Nederland daar, zeg maar, ja, ik wil daar geen geld aan hangen, maar lukt het al om die waarde te verwaarden in Nederland nu? Nou, we zijn in Nederland bezig met een initiatief rond veenweidegebied rondom Amsterdam, met een wat we noemen een zuivelproductie, die met andere koeienrassen minder melk produceert, maar wel op veenweidegebied. Mm. En dan gaan we ook kijken of we daar dan in overleg met de waterschappen een andere waterstand kunnen gaan realiseren die weer nodig is om dat gebied andere diensten, om die diensten in dus dat gebied weer te kunnen. En dan moet je wel weer gaan doorberekenen. Want ja, het probleem is, we hebben nu als middel hebben geld. Daar moeten we het even mee doen. Dus we kunnen alles in waardes uitrekenen, maar aan waardes heb jij niks. Je hebt wel aan cash heb je wat. En dat is wat we, waar we, wij proberen die waardes toch in cash te vertalen. Het voordeel van mijn situatie is, eigenlijk alle grond die ik in gebruik heb is van mijzelf of van de bank. Want daar heb ik natuurlijk een hypotheek. Maar ik heb ook al afspraken met akkerbouwers bij mij in de buurt, want die moeten natuurlijk mest hebben om een gewas te laten groeien. Uiteraard. Nou, hoe kunnen wij daar samen mee gaan werken? Ja. Maar we worden daar ook gewoon heel erg in belemmerd door de wet en regelgeving. Juist, ik zou het ook hartstikke leuk vinden, eigenlijk vooral als die kinderen op de boerderij komen kijken, van ik wil ook wel een schaap erbij of een varken. Maar dan zit ik weer aan zoveel gezondheidseisen, dat het gewoon niet mogelijk is. Als ik kip op mijn bedrijf laat lopen, dan mag ik mijn melk weer niet leveren aan de melkfabriek, omdat je dan weer met de vogelgriepen eisen en alles zit. Mm-hmm. Dus het wordt puur ook qua wet en regelgeving, en daar heb ik het minister ook al op aangesproken, van zorg ook dat we dan de ruimte krijgen als we willen, dat we dan ook kunnen. En want we worden nou gewoon in bepaalde wegen gedwongen. En wat ik ook al zeg, van ook met die schaalvergroting, we willen echt niet allemaal, maar je wordt gedwongen door het systeem waar je in zit. Dus er is ook een roep naar Den Haag om dingen te veranderen. Duurzame initiatieven te stimuleren, te subsidiëren. Wet en regelgeving iets minder drukkend te maken. Zodat je als boer ook een kans hebt om daadwerkelijk iets te veranderen als je dat wel wil. Ik wil het hier heel graag bij laten voor nu. Ik denk dat we hier nog heel lang over verder kunnen praten. Maar voor vanavond laten we het hierbij. Ik wil jullie heel hartelijk danken. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. We gaan nu kijken en luisteren en ervaren een volgende analyse eigenlijk van het probleem dat de mens zo losgekoppeld is van de bodem. We gaan luisteren naar Thijs Middeldorp en Frank Bloem van de ambassade van de Dingen. Parlement der Dingen en de ambassade van de Noordzee. Ben ik er? Ja, heel goed.
Vanavond ben ik hier samen met kunstenaar Frank Bloem. Mijn naam is Thijs Middeldorp en ik ben gefascineerd door de vraag: wat is het goede deelnemen in een wereld in beweging? En anders gesteld, wat is mijn positie in wat wij natuur noemen? En fijn, dank voor de uitnodiging. Fijn om hier vanavond met elkaar over te kunnen spreken en denken. Afgelopen 25 januari nam ik deel aan de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk. En die Elfstedentocht is een traditie waarbij natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En bij de mogelijkheid van het verdwijnen en daarna vergeten van deze fantastische schaatsfolklore komen, denk ik, grote politieke thema's samen. De zorgen over de effecten van klimaatverandering ontmoeten, zou je kunnen zeggen, de zorgen over het verlies van traditie en cultuur. Ja, ik krijg net nieuws binnen, maar ik weet niet of ik dat nu moet delen. Nee, misschien later. Dit voorbeeld laat zien hoe het menselijke en niet-menselijke onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En er zijn natuurlijk eindeloze andere voorbeelden van te geven. Denk aan de microben, die kleine beestjes die nu in je lichaam actief zijn. En dit is voor jullie een verschrikkelijke open deur. Die verbondenheid tussen mens en natuur. Maar toch bedrijven wij mensen politiek alsof wij de enige deelnemers op aarde zijn. En daarmee hebben wij de illusie gecultiveerd dat de mens acteert tegen een passief decor van de natuur. In deze tijd die we het antropoceen zijn gaan noemen, is dat decor met ongelooflijk veel zeggenschap zelf tot leven gekomen. Denk aan zeespiegelstijgingen, droogte, bodemerosie, verzuring van de oceanen of de toename van de temperatuur. Sorry voor dit droevige rijtje opnieuw. Maar zodra we geaccepteerd hebben dat wij samen met het niet-menselijke op het podium staan en onze illusie van heerschappij hebben losgelaten, wat een bevrijding en verrijking is dat. De notie dat we alle deelnemers zijn. Mensen en niet-mensen, we zijn deelnemers. En daaruit volgt het principe dat wij in de ambassade onderzoeken. Het niet-menselijke leven is van zichzelf. En dat geldt ook voor de Noordzee, die grote spiegel van ons land. De Noordzee en het leven in de zee is dus van zichzelf. En als we dat uitgangspunt serieus nemen, is de zee in onze optiek een politieke gesprekspartner met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen, van zeebodem tot atmosfeer. En van microscopisch kleine gebruikers als plankton tot groot gebruikers als mensen en walvis. En de zee en het leven in de zee is dus van zichzelf. En we hebben op 1 juni 2018 aan het Lange Voorhout in Den Haag de ambassade van de Noordzee opgericht om dat uitgangspunt uit te dragen en de consequenties daarvan te verbeelden en te doordenken. Vanuit de ambassade onderzoeken we of en hoe de Noordzee in 2030 een zelfstandig rechtspersoon kan zijn. En ook wat er voor nodig is om dat als mensen emotioneel, juridisch en politiek ook aan te kunnen. En dat onderzoek voeren we met veel nieuwsgierigheid, gevoel voor urgentie en verwondering uit. Tijdens de komende 12 jaar gaan we eerst leren luisteren naar de zee, dan leren spreken namens en vervolgens leren onderhandelen namens. En deze onderhandelingen kunnen bijvoorbeeld de vorm aannemen van een rechtszaak of een wetsvoorstel waarin de Noordzee pleit een eigen rechtspersoon te worden. Een aantal van de mensen met wie we dit aan het onderzoeken zijn, die ambassade aan het bouwen zijn, is hier vanavond ook aanwezig. En we werken met een groep van inmiddels 30 mensen aan de ambassade, waaronder architecten, biologen, juristen en kunstenaars. En een van die kunstenaars, ontwerper die met ons luistert naar de zee, is Frank Bloem. En ik geef jou nu even de vloer, Frank. Ja, dank je. Heb je mij nodig of zal ik... Nou, misschien kan je straks even die ventilator een beetje richten als ik wat ga verspreiden. Ik ben Frank Bloem, ik ben beeldend kunstenaar. En langzamerhand, de afgelopen 5 jaar, ben ik steeds meer verzeild geraakt in kunst met geur. Dus geurkunstenaar en ik ben ook parfummaker.
En wat ik voor de ambassade ga doen is dus niet luisteren naar de Noordzee, maar ruiken naar de Noordzee. Aan zou je denken, maar dat klinkt een beetje viezig. Ruiken naar de Noordzee. En dan ga ik niet zelf naar de Noordzee ruiken, maar dan ga ik gewoon ik en met heel veel mensen gaan we met z'n allen ruiken naar de Noordzee en kijken wat vertelt de Noordzee met geur aan ons. Er zijn een aantal bijvoorbeeld geurstoffen die letterlijk uit de zee komen, die in parfum worden gebruikt. Ambergrijs is een product dat in de darmen van een potvis tot stand komt en dat poepen ze uit en dat spoelt dan aan op de kust. Niet zo vaak op de Noordzeekust, maar wel in verre kusten. En dat is heel veel geld waard. En als je dat vindt, dan ben je binnen eigenlijk. Maar in Nederland spoelt er wel eens een walvis aan en die zit dan vol met ambergrijs. Zo is Ecomare bijvoorbeeld op Texel aan een hele mooie nieuwe vleugel gekomen, omdat ze dat konden verkopen, die ambergrijs. Nou, wil ik het daar niet echt op richten. De Noordzee vertelt ons, de geur van de Noordzee vertelt ons eigenlijk allerlei dingen. En dat is niet alleen de geur die uit de zee opborrelt, die de mensen vaak heel lekker vinden, de zeegeur. Die heilzaam is, waar kindertjes vroeger met z'n allen in jeugdkolonies aan de Noordzee verbleven om een beetje weer op te kikkeren. Maar als je aan de zee denkt, dan denk je ook meteen aan, als je tenminste aan geur denkt, aan een frietkraam. Als je daar staat te ruiken aan de Noordzee, dan is daar toch misschien wel in de buurt een frietkraam. Je denkt misschien aan schepen die daar ook liggen en gassen uitwasen, maar industrie, de hoogovens die daar asregens neer laten dwarrelen. En ik weet eigenlijk niet of die asregens ergens naar ruiken, maar dat ga ik in ieder geval de komende periode onderzoeken en zo proberen met al die facetten van de geur van de zee en rond de zee een bibliotheek te maken van geuren. En met een naslagwerkje, dat aan het eind van mijn project is er dan een soort naslagwerk, kan je denken, wat ruik ik vandaag? Is de zee, gaat het goed met de zee? Ruiken we die frisse zeelucht of ruiken we misschien wat viezere luchten? Is de zee vandaag misschien een beetje ziek? En ik wil alvast een beetje, om in de stemming te komen, wat laten ruiken. Eerst wil ik jullie de geur laten ruiken die eigenlijk in het parfum bekend staat als zeelucht. Dus eigenlijk een beetje een karikatuur van zeegeur. En ik heb daartoe een ventilator meegenomen. Die richt ik nu op jullie. Zo. Dit valt nog wel mee hoor, dit. Kijk, ik kan hem ook een beetje... Nou, ik roteer hem zelf een beetje, want anders dan... hij gaat al roteren. Wacht even, zo. Kijk, daar gaat het. Ach, ja. Sorry, je assistent was ja, ook... Ja, assistent helpt even. Die zat een beetje lui. Die zat al te genieten van die heerlijke zeegeur. Kan ik wel naar voren wat toe? Ja, een klein beetje. Ruikt u al iets? Ruikt u al zee? Een hele frisse. Ik zal ook even naar jullie toe. Ja, het is misschien te veel nu. Ik zal nog even wat... Ja, nu hoor. Kijk, je moet nooit... Oh. Nou, het is vrij vluchtig. Ik zal even wat frisse lucht op u afblazen. Oh, ik zal bij de volgende... Leeft iedereen nog? Nou, deze komt niet in het... In de bibliotheek van de geuren van de Noordzee. Leeft iedereen nog? Sorry hoor, sorry. Ik had niet zoveel moeten spuiten. Dat is ook een goede les. Maar wat er wel in komt, dat is dimethylsulfide. En dimethylsulfide is een stof die wordt gemaakt door plankton. Die stijgt dan op uit de zee. Dimethylsulfide vormt ook wolken boven de zee. Er is ook een theorie dat door heel veel die zee te bemesten, zou er dan heel veel dimethylsulfide in de lucht komen. Daardoor zouden er wolken komen. Die zouden dan de zonnestralen tegenhouden. En daardoor zou het weer afkoelen. Uh, op,
hier op aarde. En dat zou dan weer, nou goed, zorg tegen die opwarming van de aarde goed zijn. Werkt niet helemaal, schijnt, want er komen ook allerlei andere broeikasgassen dan weer vrij. Maar zo zijn mensen bezig met dat dimethylsulfide. En dat is dus wel voor een groot deel onderdeel van de zeelucht. Er zit alleen, zoals het woord al zegt, sulfide zit erin. En dat is zwavel. Sulfide, als het in lichte vorm tot ons komt, vinden we dat heel lekker ruiken. Dimethylsulfide zit ook in truffels. Dus het is een beetje wat je in truffels ruikt. En het is ook wat je in kool ruikt. En ik trakteer u vanavond op een beetje echte zeelucht. Ik hoop dat iedereen nu weer wat bijgetrokken is. Dit heb ik zelf thuis geprepareerd. Dit is de... misschien moet u uw ogen even dicht doen, want dan ruikt u zo de zee. Misschien kunnen we het zo... Ruikt u al iets? Ja. Dit is de pure geur van dimethylsulfide. Het zijn iets doorgekookte spruitjes. Ik heb ze wat zoals we ze in Nederland echt lekker vinden, fikslang opgezet. En dit is dus eigenlijk wat die heerlijke zeelucht letterlijk is. Nou geef ik het woord echt weer aan Thijs. Dank Frank. Tot slot geef ik jullie de drie lijnen waarlangs we de ambassade aan het bouwen zijn. En die lijnen heten verbeelding, verbinding en vertegenwoordiging. Frank helpt ons te luisteren, ruiken naar de zee. En met de emancipatie van de Noordzee komen er talrijke nieuwe spelers op het podium die een andere taal spreken of waarvan wij niet direct weten wat hun belangen zijn. En wij zijn met een wetenschappelijke en artistieke aanpak, methodes aan het ontwikkelen om adequaat naar deze nieuwe stemmen te luisteren en ze te laten weer klinken in de politieke arena en het publieke debat. En zodra wij bereid zijn te luisteren, gaan we geluiden, geuren en inzichten van de zee relateren aan menselijke ervaringen en activiteiten. En Harpoort Hart, die is hier ook aanwezig, organiseert dit verbeeldingsprogramma waarmee we ons oefenen in empathie en voorstellingsvermogen van het leven in de zee. En morgen organiseren we een verbeeldings- en luistersymposium in Den Haag. Deels in het strand, deels in Museum Beelden aan Zee. En naast Frank Bloem gaan de kunstenaars Carmen Schabrak, Valerie van Leersum, ontwerper Axel Kouwmans en marinebioloog Maarten Erich ons helpen het leven in de zee te verbeelden. En zij starten morgen een onderzoek en presenteren hun bevindingen op 4, 5 en 6 oktober van dit jaar op diverse plekken in het land. Naast deze werklijn verbeelding studeren we onder leiding van Anne van Leeuwen, ook hier aanwezig, in twee werkgroepen met diverse promovendi, ook weer kunstenaars, juristen, etc., op de manieren waarop vertegenwoordiging nu werkelijk plaats kan vinden. In de werkgroep zeecollectieven werken we, mede geïnspireerd op het werk van de Franse denker Bruno Latour, aan nieuwe representatiemodellen rond zogenaamde matters of concern, punten van zorg, worden collectieven van mensen en niet-mensen samengesteld en oefenen we met het formuleren van belangen. In de tweede werkgroep bespreken we andere denkers en concrete casussen, zoals de Whanganui River in Nieuw-Zeeland of de medische ethiek en de besluitvorming rond het ongeboren kind. En als je meer wilt weten over die werkgroepprocessen en trajecten, ik zei het al, Anne is hier. Daarmee rond ik ook af, de derde werklijn en die noemen we verbinding. Op diverse manieren gaan we op tal van plekken in gesprek over onze relatie met de zee. We reizen per boot, trein en fiets langs alle landen van de Noordzee om met diverse mensen te praten over hun relaties tot de zee. Denk aan de strandjutter, de visser, gesprek met de directeur van Tata Steel.
En bijvoorbeeld 9, 10, 11 en 12 juli zijn we op het Haagse Strand te vinden om daar ook weer een deel van die verhalen die we ophalen met het publiek te delen. Nou, vanwege die wens tot verbinding vond ik het erg fijn dat we hier kort iets over ons project konden vertellen. Jullie zijn meer dan welkom om op enig moment de ambassade of activiteit te bezoeken. En dank voor jullie aandacht. Ja. Ja, dank jullie wel voor dit mooie voorbeeld. Een volgend voorbeeld om eigenlijk de natuur dichter bij de mens te brengen. De mens dichter bij de niet-mens te brengen, zoals jullie dat zelf mooi formuleren. Ik ben benieuwd wat dit concreet gaat opleveren voor de Noordzee. Dus wat gaat er veranderen met de bodem? Wat gaat er veranderen met de zee? Mocht het lukken als dat de Noordzee een rechtspersoon wordt, zoals jullie dat gaan onderzoeken. Wat zou het betekenen? Op het moment dat mijn handen jeuken en dat ik zeg ik wil nu graag wat doen, dan ga ik bijvoorbeeld naar Stichting de Noordzee en help ik mee plastic ruimen, wat wezenlijk is. Er zijn natuurlijk heel veel andere organisaties die echt gewoon nu of morgen of volgende week wat aan het doen zijn. Ik werd ook erg geïnspireerd door de verhalen van net, waar ook die directe realisatie in zit. Wij richten ons op eigenlijk een onderspoor. Wij zijn aan het nadenken over wat je zou kunnen noemen de gereedschapskist met democratische instrumenten. Ja. En wij proberen die gereedschapskist rijker te maken. En wat zou het dan betekenen als de Noordzee een politieke identiteit wordt, entiteit wordt, zoals je dat ook omschreef? Wat houdt dat in? Nou, dat de belangen van bijvoorbeeld kabeljauw of bruinvis of plankton veel rechtstreekser aan tafel zit als wij beslissingen maken. En dat de stem en het deelnemerschap van het niet-menselijke veel dichterbij zit en veel directer kan praten. Beter gehoord wordt. En dus beter beschermd wordt. Niet beschermd. Dat is de zichzelf belangen behartigt. En daarom is het woord deelnemerschap vind ik heel belangrijk. Tegenover het woord beschermen. Want dat zit bij ons meer op het woord rentmeester. Wij zijn Willem Verwerda liet ook zo'n plaatje zien. Net de mens staat bovenaan. Maar dat we veel meer in die cirkel zitten en onszelf als deelnemer zien. En niet dat we niet moeten beschermen. De taal is denk ik heel belangrijk. Dus we zeggen even, uiteindelijk zijn we vooral onszelf aan het beschermen om op die manier te denken en te kijken. Oké, dank jullie wel. Een applaus misschien wel voor dit experiment. En dan maken we nu een grote stap van de Noordzee naar Turkana. Jackie Lebo is de initiator van Content House Kenia. En met het Content House Kenia probeert ze eigenlijk vastgelopen debatten, maatschappelijke issues te doorbreken en weer opnieuw het gesprek te voeren. Ze heeft een film gemaakt samen met een aantal kunstenaars over de regio Turkana. En ik wil jullie heel graag de trailer laten zien van de film. En meteen daarna volgt een videoboodschap van Jackie, die dus helaas niet aanwezig kan zijn vanavond. This is a very historic place. We have the largest desert lake in the whole world. We have the earliest remains of man. With the announcement of the discovery of oil, there was a great interest both at national level and a global level. The Gamia 1 discovery made a turning point in our extractive industry. Local communities also joined in the excitement. Tuko na mipango ya kuendesha sehemu hii ya Northern Kenya iende mbele sambamba na sehemu zingine za Kenya. Hapo kitambo unaweza ongojea gari ukitaka kwenda Lodwar for 3 weeks utaona gari. Tolo is a good company and Nakukulas with Tolo we can do many good things. But now we're seeing there's a change, and so the fortunes don't seem to be for the local community. Imfreji imewekwa na Tano. Bado kuna shida ya maji hayatoshi.
Worst case scenario, exclusion by the local communities, a feeling of hopelessness because when they feel that they're not part of the oil exploration or extraction, they feel totally excluded by the whole development process and they have nothing to lose. And it creates a conflict because somebody who has nothing to lose feels very hopeless, then creates an avenue where they would be the people perpetrating the conflict. If we are saying these projects are for the benefit of the communities, so why are the communities being treated as enemies of development? Natural resources are used to better people's lives generation after generation. For me, it's just that, what can I do to make it better, that my children are able to benefit economically, environmentally, and have something to sustain themselves and their children. Hi, my name is Jackie Lebo. I'm from Content House, Kenya. I'm sorry I couldn't be with you today. I really tried to come, but it was not possible. Content House is a collective of artists, writers, filmmakers, and we've worked on 2 award-winning documentaries, and currently we're working on our 3rd documentary titled Turkana Race for Resources, which you just saw the trailer. Turkana is in the very north of Kenya, like you've seen in the trailer. It's been historically marginalized, as 50 years ago, Kenya decided to put all its resources in the agriculturally rich south of the country, leaving the dry and arid north to its own devices. They did not invest there, they did not build infrastructure, they did not build schools, they did not build anything. So people there were left behind. Now that natural resources have been discovered there, such as oil and water, Kenya is laying claim to Turkana. So we decided to make a documentary to find out and document what was happening in northern Kenya. We found a people who were very deep in their tradition. They had a very strong connection to the land. Their main source of livelihood was nomadic pastoralism. They called the land Mchanga Yetu, which literally means our soil. And they were living in a way that they had lived for hundreds of years. We hope that we can also learn from them. An Oxfam report published about 8 years ago says indigenous cultures are much more better adapted to dealing with climate change because they've had to deal with extremes of weather and they've developed resilience over the centuries. And we can learn a lot from them, especially as the planet is encountering climate change. In addition to the documentary, we're working with some of the country's leading artists on an artist exchange that brings together artists from the north of Kenya and Uganda and the capital cities of Nairobi and Kampala. The work explores issues from the region. The goal of the work is to spark a dialogue on what the Kenyan and African future ought to be based on the knowledge and traditions on communities that have kept the work intact. And this is kind of the work that is being produced from that project. Thank you very much, and we look forward to a great discussion on this subject. Mm-hmm.
We zijn toe aan het allerlaatste onderdeel van deze avond, waarin we allemaal oplossingen suggereren om te werken aan een betere relatie tussen mensen en de bodem. Ik wil heel graag Socrates Schouten introduceren. Hij werkt voor WAAG en is een van de initiators van de Chamber of, niet of Commerce, maar of Commons. En hij gaat vertellen wat je kan doen, hoe de commons kunnen bijdragen aan het versterken van de band. Dankjewel. Hier is de... Ja, helemaal compleet. Goedenavond allemaal. Dank voor de uitnodiging ook. Het is een eer om hier te zijn. En het is jammer dat, nou ben ik haar naam kwijt, maar de Jackie er niet bij kan zijn, want haar verhaal is... Nou ja, goed, we hebben de diversiteit van projecten, eerst ter land, dan ter zee en niet in de lucht, maar gewoon eigenlijk naar het conflict toe. Dat vond ik wel heel spannend. Ik schenk me even wat water in. Met ijsschotsen. Ja, ik werk bij WAAG, Instituut voor Technologie en Samenleving, gevestigd in Amsterdam. En wij onderzoeken eigenlijk wat de rol is, de relatie tussen technologie en maatschappij. En proberen ook te kijken hoe we die... aansluiting zo goed mogelijk kunnen maken en grote blunders kunnen voorkomen. Wij gaan nu zappen. Ja, het logo. Het gras is hier eigenlijk al voor mijn voeten weggemaaid. Landbouwgrond is ver overgewaardeerd namelijk. De prijzen die worden gevraagd voor een stukje land, die zijn een stuk hoger dan wat je eruit haalt, maar overgewaardeerd. Land is ondergewaardeerd natuurlijk, want uiteindelijk is het zaak dat we veel investeren in de grond op allerlei verschillende manieren. Land is eigenlijk een kapitaalvorm, natuurlijk op dit moment sterk wordt onderbenut op die vorm. Dus er gaat wel heel veel geld over het land heen, speculatief, maar er gaat niet heel veel geld de grond in voor de lange termijn. En dat is een probleem dat we eigenlijk steeds verder tegenkomen. Het ligt niet aan de grond, het ligt aan het kapitaal wat mij betreft. Dus we moeten eigenlijk ook dat systeem gaan hacken om te zorgen dat we andere uitkomsten krijgen. Nou, het plaatje wat ik daarbij tevoorschijn tover, dat ziet er zo uit. Hap. Je ziet hier de staat, de overheid, die een hellend vlak heeft gecreëerd. En het hellend vlak heeft eigenlijk een markteconomie in het zadel geholpen. Heeft er allerlei mogelijkheden voor geschapen. Zo is het privé-eigendom eigenlijk sinds een eeuw of twee een instituut geworden. Zijn er kadasters opgericht, zijn er allerlei registers en instituten die zorgen dat je als ondernemer, als verplaatser van geld, als schepper van geld, alle rechten van de wereld krijgt. Maar dan hebben we aan de andere kant een vage grijze wolk en die heet commons. En ik vraag me eigenlijk af van wie heeft er een soort van gevoel bij het woord commons hier in de zaal. Nou, kijk, dat zijn een gevoel toch wel zeker, hè? Ja, dat gaat de goede kant op. Maar wat zijn de commons eigenlijk? Ik hou wel een tijdje mee bezig, maar ik merk dat hoe langer ik er naar kijk, hoe meer verhalen ik erbij te horen krijg en hoe meer verschillende invullingen. Terwijl er ook een hele rijke historie is en een academische traditie die goed laat zien wat commons voor organisatievormen zijn. Maar wat we vooral tegenkomen op dit moment is dus een hellend vlak. En dat ziet er ongeveer zo uit. En de mensen van Stichting Doen, die zullen misschien een kreet van herkenning slaken. Dit is namelijk het register, het SBI-register, standaard bedrijfsindeling, die de Kamer van Koophandel en ook de internationale kamers van koophandels hanteren om commerciële activiteiten mee in kaart te brengen. Er zijn heel veel opties, 1001 zou ik willen zeggen, maar net niet, zijn er een kleine 1000. Die klinken als volgt. De teelt van aardbeien in de volle grond, opfokken en of houden van leghennen, vervaardiging van onderkleding, vlechten van betonstaal. Best wel veel specifieke dingen. Maar als je helemaal onderaan die lijst scrolt, helemaal beneden, vlak boven de uitvaartbranche eigenlijk, dat zegt helemaal onderaan. Daar staan een paar categorieën en dat zijn zo grofweg religieuze organisaties, politieke organisaties, ideële organisaties en belangenorganisaties. En ik vat het een beetje samen, er zijn nog wel een paar andere dingetjes, maar eigenlijk komt het erop neer dat als je een soort van waardegedreven model hebt, dat een soort meervoudige type waarden probeert te realiseren, dus niet alleen eigenlijk de four returns zou je kunnen zeggen, dan is het veel moeilijker om jezelf kenbaar te maken in het economisch verkeer. Je kan niet zeggen van nou ik ja gewoon betonstaal, weet je, maar het is nee,
Het gaat mij over veel meer dingen dan alleen betonstijl maken. Ik wil namelijk ook dat ik contact heb met mijn buren, om maar iets te noemen. Dus we hebben geoptimaliseerd voor commerciële activiteiten, voor eenkennigheid, voor dingen in hokjes kunnen stoppen. Voor duidelijke categorieën die vooral handel mogelijk maken, maar het steeds moeilijker maken om een gesprek te voeren. Dat gaat over de dingen die tussen de regels in gebeuren. Vraagtekentjes dus. Terwijl er steeds vaker activiteiten worden ontplooid die juist een positie proberen te vinden tussen die hokjes in. Eigenlijk ook vormen die zelfs nog verder gaan dan dat we de afgelopen 10 jaar gewend zijn. Kijk, liefdadigheid kennen we natuurlijk al een tijdje. Er is altijd al ruimte geweest voor we organiseren ons en we kunnen samen mooie projecten organiseren. Participatie, denk gewoon buurtbijeenkomsten en inspraak bij de gemeenteraad. En maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vormen die al een tijdje allemaal bestaan, gelukkig. Maar die initiatieven die ik zie ontstaan nu, die passen hier eigenlijk alweer niet tussen. Bijvoorbeeld een ambassade van de Noordzee. Ik zou niet weten, ja, je bent waarschijnlijk een stichting ergens. Maar dan betekent dus dat je een overige ideële organisatie bent of iets dergelijks. Dus zo makkelijk is dat niet. Dus als je zelf kenbaar wil maken, dan kom je eigenlijk bijna woorden tekort. En dat betekent dat je ook al wat moeilijker bent om middelen te verzamelen. Want dan zoek je bijvoorbeeld, ja, je hebt misschien steun nodig, financiële steun of kennis. Maar ja, dan word je niet begrepen, want ja, waar gaat het nou om? Zoek je investering, weet je, wil je over 5 jaar wil je op eigen benen kunnen staan? Of is het gewoon subsidie wat je vraagt? Wees nou eens duidelijk. Maar hier zitten wel heel veel spannende dingen in. Bijvoorbeeld direct trade is een directe handel, dus dat gaat een stap voorbij keurmerken. Dat je eigenlijk probeert om bijvoorbeeld een chocoladereep of een pak koffie, dat je precies weet bij welke boer die vandaan komt. En liefst dat je ook nog op een manier, al is het heel indirect, een verhaal mee kan krijgen van de boer. Nou ja, er zijn allerlei buurtcoöperaties en ik wil vooral die coöperatieve kant op in de rest van mijn verhaal. Maar om een overzicht, om meer uitdrukkingskracht te geven aan dit soort nieuwe initiatieven, hebben wij dus eigenlijk een tegenhanger van de Kamer van Koophandel opgericht en die heeft dan een mooie animatie, namelijk de Chamber of Commons. En het is een zoektocht, het is een project vrij veelzijdig in wat we daarin doen, maar we hebben dus ook niet per se gewoon echt een loketje opgericht, dat komt nog wel een keer. Maar we zoeken vooral naar wat hebben die initiatieven nodig? Wat voor taal is er eigenlijk vereist om te kunnen zorgen dat we elkaar beter herkennen? Want jullie kenden misschien de ambassade voor de Noordzee niet of Commonland niet. Want waar moet je op zoeken? Weet je, als je zoekt naar, ik wil precies 4 returns hebben. Dus nu weet je dat je 4 returns moet zoeken, maar voor deze avond wist je dat waarschijnlijk nog niet. In landbouw en voedsel gebeurt gelukkig veel. Er zijn allerlei CSA's, werd al genoemd, dus Community Supported Agriculture, korte keteninitiatieven, waarbij de consument samenwerkt met een boer of boeren of een coöperatief van boeren om gewoon eten te regelen, dat is natuurlijk de onderligger, maar ook om een gesprek te kunnen voeren over waar gaat het om. Gaat het goed met jullie, gaat het goed met de bodem? Dat doe ik zelf ook. Kijk, dit is de voedselcoöperatie in Amsterdam-Noord. In een schuur, ergens. En wij hebben een hele mooie oogst gekregen van deze mensen van het coöperatief Bio Romeo in de Noordoostpolder. Samen vormen wij eigenlijk één commons. Samen zijn we 2 uitersten van de handelsketen. Vormen wij een gemeenschap die niet puur op basis van transactiewaarden, gewoon op basis van geldwaarden, maar op basis van meervoudige waarden kan besluiten van oké, wij geven jullie deze prijs. Het is niet de marktprijs, we betalen meer dan de markt voor hun biologische groenten. En de helft van de boeren is biodynamisch. Maar vorig jaar brandde de schuur van Bio Romeo af. En dat hoor je niet vaak, maar dat wisten wij dus wel. En dan kunnen wij op zijn minst een kaartje sturen. Maar we hebben wel meer gedaan dan alleen een kaartje sturen. Want je krijgt echt een directere betrokkenheid. En dat is heel waardevol. Dus in landbouw en voedsel zie je gelukkig veel initiatieven, omdat het ook dichtbij ons staat. Maar tegelijkertijd geldt voor waarschijnlijk 99% van de consumenten dat ze die niet bij zijn aangesloten. En daarvoor hebben we dus eigenlijk veel meer vormen en varianten nodig voor mensen om op hun manier, ook als ze weinig tijd hebben, iets te kunnen doen of zeg maar mede-eigenaarschap te krijgen over dit soort oplossingen. Nou, ik heb het woord commons gebruikt en dat al meteen geïntroduceerd als, nou ja, het is een term met verschillende ladingen. Een van de beste en ook wel zo strakke definities is deze.
Commons zijn gedeelde goederen, beheerd en onderhouden door een gemeenschap die zich organiseert aan de hand van gezamenlijk bepaalde en toegepaste regels. Wat hier belangrijk is, is een soort van een drieslagje. Dus het is een resource, een middel. Dat kan de grond zijn, bodemvoedselproductie. Je hebt een gemeenschap. Als je zegt van ja, het klimaat is de commons, dan heb je een eerste stap gezet. Maar dan krijg je dus de tragedy of the commons, die jullie waarschijnlijk ook bekend voorkomt. Want er is niet een voldoende krachtige gemeenschap die georganiseerd is om die resource te besturen. Dus wat je nodig hebt is niet alleen een resource, maar ook die community, een gemeenschap, die op basis van regels besluit samen over wat is toelaatbaar, wat is niet toelaatbaar. Hoe kunnen wij onze zogeheten sociale dilemma's overkomen? Wat voor waarden staan er centraal? Ik heb even moeite met mijn klikkertje. Ah, daar is hij. Nou, het goede nieuws is dus dat het aantal commons-initiatieven, en dit zijn coöperaties specifiek, enorm aan het een vlucht aan het nemen is. Je ziet hier een tellertje. De data gaat niet verder dan 2012 hier, maar geloof me dat die nog verder is gegaan. En dit zijn dan zelfs nog de initiatieven die je in de Kamer van Koophandel kan terugvinden, coöperatieve ondernemingen zijn. Dus de laatste tijd, de laatste 15 jaar zeg maar, is dat een heel groot ding geworden. En ik vraag me af, wat mij drijft is, van waarom is het nou belangrijk? Waarom is het nu aan de hand? Waarom zoeken wij nou naar die nieuwe vormen om gemeenschappelijkheid te organiseren en kortere lijntjes te vormen, terwijl we toch ook rekenschap moeten geven met de complexiteit? Want iedereen hier zelf voedsel produceren, dat is niet het ding. Naar die tijd gaan we niet terug. Maar die lijntjes moeten wel korter. Nou, dan hoop ik dat jullie even met vol gaan houden de komende paar minuten. Want deze context is wat mij betreft vrij groot. Dus het woordje antropoceen is al gevallen. Antropoceen, dat betekent het tijdperk waar we in zijn toegetreden als mensheid, waarin de mens een dominante factor is op aarde, zelfs tot in geologische termen aan toe. Dus dat je in de aardlagen terug kan vinden dat de mens een factor is die plastics toevoegt en radioactieve stoffen en het ook het klimaat natuurlijk verandert. Dus de natuur, het planetaire systeem wordt gedomineerd door mensen. Dat is een nieuwe context en een grote belangrijke trend waar het op inspeelt. De tweede is de digitalisering. Wij bij WAAG zijn veel bezig met digitale technologie en we zijn 25 jaar geleden begonnen bij de opkomst van het internet, om te kijken hoe we die nieuwe kracht, de volgende transitie eigenlijk, die ook, je hebt een technologie, was de ene laatste eigenlijk dan, die maakt enorm veel mogelijk, allerlei nieuwe organisatievormen. Maar tegelijkertijd begint het ook als een grote bubbel boven ons hoofd te hangen. Dus het digitale en ook het virtuele, het belang daarvan lijkt soms eigenlijk de werkelijkheid te gaan overschaduwen. Zo is het volume van flitshandel, dus speculatieve transacties, mondiaal al 2/3 van het totaal volume aan beurshandel. 2/3. Dus het is gewoon een virtuele bubbel, speculatie, die uiteindelijk zich een weg wil zoeken naar reële waarde op de grond. Maar toch die belofte in stand houdt dat het gewoon vele triljarden waard is eigenlijk. En uiteindelijk als er wantrouwen in het systeem ontstaat en dat geld zoekt echt waarde, dan krijg je dus een soort van stoelendans over wie heeft dat stukje grond eigenlijk nog echt. Dus die hele grote digitale waarde lijkt het waar te zijn. Maar mocht er een nieuwe crisis op intreden, dan moeten we eigenlijk terug naar het land. En dan zal die landprijs waarschijnlijk nog verder gaan stijgen. Nou, dan nog twee trends die ik even tegelijkertijd laat zien. Heeft te maken met governance, dus de manier waarop we dingen organiseren. Enerzijds zijn megacoöperaties natuurlijk een belangrijke factor op het toneel. Dus grote bedrijven, Apple, Google, Monsanto, dat soort clubs. Grote bankiers, Goldman Sachs. Die hebben een steeds luidere stem als het gaat over de allocatie van geld en beslissing over, ook over het klimaatprobleem bijvoorbeeld. Daar zijn natuurlijk private partijen ook heel belangrijk in. Aan de andere kant heb je ook het geluid van steden en zelforganisaties. Dus if mayors rule the world, een soort parlementen van burgemeesters zijn al ingericht. Steeds meer coöperaties, je zag die vliegende trend. Dus het zijn eigenlijk op twee schaalniveaus heel andere bewegingen die ruimte zoeken en een nieuwe machtsvormen bekleden. Nou, maar wat dit betekent, waar ik heen wil, is dat er twee oude aannames uit het zicht verdwijnen. De ene aanname is dat we toewerken
naar een vorm van een mens in de natuur. Een vertrouwd idee van de duurzaamheidsagenda is, we moeten ons erin passen in het ecologisch systeem. Ik heb zelf milieuwetenschappen gestudeerd, dat is het algemeen verhaal. Maar uiteindelijk wordt het steeds moeilijker om dat als een leidmotief vol te houden, omdat we worden overschaduwd door andere trends waar we ons toe moeten verhouden. En waar de commons eigenlijk ook op inspelen. En aan de andere kant hebben we het oude idee van de welvaartsstaat, of de verzorgingsstaat, die ook wordt gesandwiched door die twee nieuwe lagen die om macht zoeken. Dus in het Parijsakkoord heeft het stelsel van natiestaten is nog net in staat geweest om een agenda te presenteren tegen de klimaatverandering. Maar is voor de uitvoering totaal overgeleverd aan die nieuwe lagen. Dus dit maakt het plaatje complexer. En mijn constatering is dat de commons vooral een poging zijn, een manier om juist die complexiteit terug te dringen. Een nieuwe vorm, een nieuwe plaats van handelingsvermogen, van samenkomen, om te kijken of we die uiteensplitsing van geldwaarden en andere waarden die je dan even moet parkeren, want die zijn minder belangrijk, om die weer bij elkaar te krijgen. Dus hoe kunnen we zorgen dat als we voedsel kopen, dat we dan meteen ook praten over sociale waarden. Dat we meteen praten of de boer wel genoeg inkomsten krijgt, of hij niet in een financieel strop hangt. Of de bodem echt wel investeringen krijgt, dat het alleen maar speculatieve waarde is die boven die grond hangt. Dat is het grote verhaal van de commons. Nou, ik ben alweer eens een beetje over tijd, geloof ik, dus ik rond af. Een risicogeval wat ik hier zie, is dat er een type project ontstaat dat, zoals hier is het aangegeven, wel degelijk zoekt naar een ecosysteem, maar het heel technisch wil aanvliegen. Dus dit is de Earth Bank of Codes en er is ook nog een Amazon Bank of Codes, dat eerste testsite die ze hebben benoemd, waarin ze eigenlijk zeggen van alle genetische biodiversiteit in de Amazone, alle waarde die er is, willen we aan een soort van blockchain koppelen om te zorgen dat we die waarde goed kunnen beschermen. Maar er zit zo'n technologisch aanname in dat uiteindelijk de techniek ons wel gaat beschermen, dat we soms een beetje makkelijk overheen stappen dat we juist de complexiteit moeten terugdringen en het overzicht moeten terughalen. Over 2 weken is er in Nederland ook een conferentie, die heet, of dit is een hackathon eigenlijk, de Odyssey Hackathon. En daar zitten ook weer een paar van deze thema's in. Een soort heel groot tech-optimisme in dat we, als we alle bomen maar aan elkaar koppelen in een internet van planten, dat we dan wel een soort van één groot kloppend, pulserend brein hebben georganiseerd waarin die waarde wordt beschermd. Terwijl ik zelf veel meer geloof in het gespreksmodel, wat jullie natuurlijk ook in het parlement, in de ambassade nastreven. Gesprekken, vertrouwen, directe relaties is eigenlijk de crux van commons. Gele hesjes. Ik heb hier te weinig tijd voor om hier mijn hele tent voor op te zetten. Maar het politieke momentum wat we nu hebben laat zien dat er ontevredenheid heerst en dat die zich nu steeds explicieter ook op het klimaat richt. De gele hesjes die hebben de laatste keer zowel voor als tegen klimaatbeleid gedemonstreerd. Dus die onvrede, hè, die neemt toe. En jij verwoordt het ook heel goed. Uiteindelijk is het ook die Elfstedentocht is zowel een ecologisch als een cultureel fenomeen. En nu lijkt het ons nog uiteen te drijven. Ook Oostvaardersplassen, ook weer hele grote ophef. Uiteindelijk is het een duidelijk signaal dat we juist bij elkaar moeten komen op nieuwe manieren en ons niet uit elkaar moeten laten spelen doordat we nou eenmaal hele grote zeepbellen hebben opgeblazen. Nou, mijn laatste plaatje gaat nu toch echt niet meer. Ja. Het project waar we mee bezig zijn, dat is Land Commons for Life. Ik ga er een half minuut aan wijden en dan ben ik klaar. Wat je hier ziet is een financiële levensloop. Dus eerst spaar je een beetje, dan geef je heel veel geld uit aan je hypotheek, onderwijs, alles, kinderen. En dan ga je langzamerhand je financiële situatie weer opbouwen. Waarom laat ik dit zien? Het is heel belangrijk om met z'n allen mede-eigenaar te worden, ook als stedeling van het land. We kunnen het niet alleen maar overlaten aan boeren en ik vind het zeer sympathiek om ook een keertje op de koffie te komen bij boeren, maar ik denk dat we eigenlijk nog een stap verder kunnen zetten. Dus ik vind die vormen van mede-eigenaarschap van grond is wat mij ook heel erg drijft. Maar heel vaak zie je dat in die kringen, dat dat een verkeer is van mensen die allemaal heel erg geloven al van ja, de grond, duurzaamheid moeten we samen gaan doen. Terwijl juist natuurlijk die grote massa stedelingen, daar is waar veel kracht zit.
En om de valkuil te vermijden van die commons-initiatieven die heel vaak kortlopend zijn, om te zorgen dat ze langlopend zijn, moeten we zorgen dat het ook een langlopende waarde biedt voor burgers. Dus daarom stel ik voor om te gaan zoeken naar vormen van landeigendom die worden mede georganiseerd met burgers, die voor de burger ook meerwaarde hebben in de zin van een financieel model voor een eigen levensloop. Omdat ik weet niet helemaal of mijn pensioenopbouw nog in veilige handen is. Ik weet zeker dat de grond er straks nog is, dat het belangrijk is dat we ervoor sparen. Dus als we een relatie weten te leggen tussen het individuele leven in een stad van mensen met een onzekere financiële toekomst en de onzekere toekomst van het land, denk ik dat we samen een hele sterke kracht vormen. En dat is wat we proberen na te streven in de Chamber of Commons. Dank jullie voor je aandacht. Dank je wel. Dan is nu de tijd aangebroken voor het publiek. Ik ben heel erg benieuwd of er... we gaan zo meteen ook naar vragen voor de sprekers die jullie vanavond hebben gehoord. Maar voordat we dat doen, ben ik heel erg benieuwd. Zijn er bij jullie dingen, initiatieven die je kent, radicale, nieuwe ideeën over hoe we de relatie tussen de bodem en mensen zouden moeten herstellen, die we vanavond nog niet hebben gehoord en die jullie graag kort met ons willen delen? Is er iemand die zegt, of misschien iets wat je hebt gemist, of iets waarvan je zegt, dit zou er meer moeten gebeuren? Of ik zie veel handen. Ik ga eerst even hier naartoe, dan kom ik zo meteen. Mag ik even voor je langs? Oh, ja. Dank je. Yes. Ja, dank je voor de mooie presentatie net. En ik dacht eigenlijk dat je het ging hebben in plaats van de Amazone. Het Amazone vereniging of verhaal over EcoCoin. Heb je daar misschien al over gehoord? Het is ook een soort bitcoin gerelateerd initiatief waarbij mensen dus waarde creëren door iets te doen wat goed is voor het land. Ja. Ken jij dat initiatief, Socrates? EcoCoin? Ik kom niet. Ik ga eerst deze even bij jou. Dan ga ik daar. Dank je voor je vraag. Ik weet niet van de hoek en de rand met de EcoCoin. Het is wel dat ik sceptisch ben over de potentieel daarvan. Want uiteindelijk is dat slechts een organisatievorm waarin je probeert om de waarde die er toch al zit te herorganiseren. He, dus die ecocoins gaan niet zorgen dat het land meer waard wordt, maar dat je probeert te vinden naar hoe kunnen we zorgen dat we het erover hebben. En dan vind ik het belangrijker dat we een echt gesprek hebben dan dat we een blockchain organiseren. Maar het kan natuurlijk, he, want we zijn met bijna 8 miljard mensen. Dus om al die breinen aan elkaar te koppelen heb je soms technologie nodig of betaalmiddelen die je daar zeker bij gaan helpen. Ja. Dank je. Ik zag hier nog een vraag, idee, suggestie. Nou, ik vond het heel jammer dat Jack hier niet is. Want ik werk in Toucana met een project met watergerelateerde problemen. Ja. En de communities waar ik bij betrokken ben, zijn niet direct beïnvloed door de olieproblematiek. Maar dat is wel bekend. En wou ik even mededelen, wat we daar doen, is vooral de burgers bewust van maken dat ze ook een enorm kracht te hebben om hun eigen probleem op te lossen. Ook zelfs dat een beetje los van de overheden zijn. Mm-hmm. In de zin van waterbeschikbaarheid. Hè? Dat zit mijn eigen water? Beschikbaarheid. Mm-hmm. Dat mijn eigen kracht ook kleine infrastructuur kan bouwen. Mm-hmm. Dat je helpt om water door heel jaar heen beschikbaar te hebben. En wat zou daarvoor nodig zijn om dat meer te stimuleren? Bewustwording. Mm-hmm. En veel minder afhankelijk zijn van financiering zo. Mm-hmm. Maar veel meer burgerorganisaties, dat mensen onderling verantwoordelijk voelen en elkaar bij betrekken en echt bij de koffie bij elkaar gaan. En dat lukt best aardig daar. Cool, dankjewel. Ik zag nog... ik zie... Het wordt druk. Nou, één ding wat ik nog niet heb gehoord en ik ben wel benieuwd of hoe de gasten hier daarmee bezig zijn, is dat op dit moment wordt gewerkt in Nederland aan een nationale omgevingsvisie, waarbij grote opgaves waar we voor staan van hoe gebruiken we nou de grond of de ruimte die we in Nederland hebben. Door wie wordt er aan gewerkt?
door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Landbouw. Er zijn verschillende stakeholders bij betrokken, best wel veel. Ook provincies en gemeentes, die moeten er uiteindelijk mee aan de slag. Maar dat is dan ook heel erg een verhaal van hoe wegen we al die verschillende belangen die er spelen, van wat willen we nou eigenlijk met die grond, hoe wegen we dat tegen elkaar af? En nou, dat is misschien wel iets moois om dan... En heb je iemand in het bijzonder waarvan je zegt, die moet daarop reflecteren of die zou daar iets over moeten zeggen? Nee. Een van de sprekers? Niet, maar er wordt wel ergens gewezen, volgens mij, naar iemand die daar... Oh, sorry. Ja. Oh, ja, heel goed punt, denk ik, wat je maakt. En ja, wij zijn er zelf wel mee bezig. We hebben dat heet voor de oogst van morgen.net lab opgezet. Daar doen nu 85 landeigenaren of mensen die werken als boer of boeren bij boerorganisaties of gemeentes of provincies aan mee. Het wordt onder andere ondersteund door het ministerie van IMW, van de Omgevingsvisie en Landbouw. En dat is een traject waarbij we, zeg maar, dat voorturns verhaal gaan brengen naar die landschappen toe waar die mensen vanuit voortkomen. In ja, een lab-situatie. Dus gaan met elkaar uitzoeken hoe ze partnerships kunnen creëren die kunnen gaan bijdragen aan die omgevingsvisie. Want het is natuurlijk een holistisch verhaal, of een systemisch verhaal. En die omgevingsvisie die gaat er komen. Tegelijkertijd hebben we nog een heleboel andere visies en policies en beleidsdingen. Maar het moet lokaal wel landen, want daar moet het gebeuren. Nou, en waar we steeds tegenaan lopen is natuurlijk korte, lange termijn. En ons doel is minimaal 20 jaar, anders heeft het geen zin om verder te praten. Nou, hoop dat het lukt. Dankjewel. Ik ga naar de allerlaatste vraag van vanavond. Een goed initiatief zijn de boeren van Amstel. Over een ruime maand komt er zuivel beschikbaar van rondom Amsterdam. Die boeren doen aan weidevogelbeheer, willen een iets hogere prijs voor hun melk. Wordt een melkfabriek in Oudekerk, waar ze hun eigen melk weer gaan produceren. En tegelijkertijd wordt daar een weidevogelboulevard gemaakt, waarin bezoekers uit Amsterdam en omgeving naartoe kunnen komen om over het project te leren en dus ook de melk te kopen. Dus ik denk heel goed initiatief om boer en burger bij elkaar te krijgen. Dankjewel. Ik ben erg hoopvol ook na het zien van de grafiek die Socrates liet zien over de het enorme aantal initiatieven en coöperaties dat op dit vlak gestart wordt. Ik wil de avond graag afronden. We hebben heel veel verschillende ideeën, heel veel initiatieven gehoord vanavond. En ik hoop dat die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen mensen en in de grond. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn. Ik hoop dat je je misschien aansluit bij een van de initiatieven die je vanavond hebt leren kennen. Of dat als je geen aansluiting vond, je gewoon lekker zelf je eigen ding gaat doen en je eigen initiatief gaat starten. Ik wil mijn sprekers heel erg bedanken. Willem, Agnes, Clarien, Socrates, Thijs, Frank. Dat waren ze allemaal. En ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie er waren. Ik wil Stichting Doen bedanken voor de fijne samenwerking voor vanavond. Fijne avond. APPLAUS